Nou, goedemorgen, uh, kijkers, toehoorders bij uh, de derde webinar rondom de veiligheidsaspecten van de energietransitie, speciaal gericht aan het, uh, aan het onderwerp zonnewijders. Ik denk dat er een aantal reguliere kijkers bij zitten. Die hebben misschien ook al wel de webinars over waterstof en over de energieopslagsystemen gekeken. En nu gaan we kijken naar een manier van opwekking van energie. En niet zomaar een manier van opwekking, nee, aan de hand van zonnepanelen. En niet een aantal zonnepanelen, maar hele weides vol met zonnepanelen en wat dat betekent voor die veiligheid. En dat is belangrijk, want we zien in de regionale energiestrategieën, dat zijn de regionale strategische plannen over de energieopwekking van Nederland in de nabije toekomst, dat wind op land en zonne-energie grote vormen van energiebronnen zijn waar we in de toekomst in onze samenleving mee te maken krijgen. En dat betekent dat we steeds meer en steeds grotere wij dus van zonnepanelen in onze samenleving zullen zien. En de vraag is natuurlijk, wat betekent dat voor de veiligheid? Zijn we in controle? En wat kunnen we eraan doen, mocht dat niet zo zijn? Nou, daarvoor hebben we een, uh, een onwijs interessant programma samengesteld. En dat programma, dat, uh, dat staat hier nu voor u op het scherm. We beginnen met een overview van wat zit er eigenlijk in die zonnepanelen? Waarvan zijn ze gemaakt? Wat komt er vrij als die op een gegeven moment betrokken raken bij een brand? Dat zal gebeuren door mijn collega Martina Duivis van het IFV. Vervolgens stappen we door naar wat gebeurt er eindelijk bij zo'n brand als de brand weer daar naartoe moet. En daarvoor hebben we een, een mooi verhaal vanuit de, de veiligheidsregio Utrecht-Flevoland, waar we inzoomen op hoe de incidentbestrijding is gebeurd bij een brand met een zonneweide. Uh, hoe de eerste inzet is geweest en welke overwegingen daar zijn gemaakt om tot die bestrijding te komen. Dat is het repressieve kant van het verhaal. Vervolgens stappen we door van en wat doet eigenlijk de aanlegger van dit soort zonnepanelen? En we hebben daarvoor uh, Solar Edge, we hebben daarvoor uh, Bruno en Bruno zal uitleggen wat zij allemaal doen om die veiligheid van dit soort zonnewijders goed te garanderen. Nou, zoals we gezien hebben, soms gaat het mis en dan is het toch ook wel interessant om eens te kijken van wat weten verzekeraars over de veiligheidsaspecten van zonnewijders en hoe gaan zij vanuit de verzekeringsoptiek daarmee om? En dat zal uh, ingeleid worden door Richard Dekker. En tot slot, zoals eigenlijk elke uh, uitzending in deze webinarreeks, sluiten we af met een uh, paneldiscussie. En daarvoor hebben we ook nog uh, in ons midden Jeroen Keizer. Jeroen is uh, de vertegenwoordiger van uh, District Midden. op het gebied van de veiligheid van de energietransitie binnen Brandweer Nederland. Nou, en dat laatste is een mooi bruggetje naar de organisatie van deze webinarreeks. Dat doen uh, Brandweer Nederland en het IFV samen. Uh, dat betekent dat we samen werken aan het programma, samen op een gegeven moment de kennis met elkaar proberen te delen naar onze achterban. En het mooie daarvan is dat onze achterban in eerste instantie misschien wel de veiligheidsregio is, maar we zien in het aantal aanmeldingen en ook de aard van de aanmeldingen dat we steeds breder ook gezien en gehoord worden. En dat is mooi, want wij kunnen wel als veiligheidsregio's adviezen geven of branden blussen. Maar er zijn andere partijen die een even zo grote, of misschien wel grotere rol hebben. om die veiligheid van de energietransitie tot stand te brengen. En daarom is het ook mooi dat we hier zo'n gevarieerd programma <coughs> hebben. We zitten met zo'n kleine 400 aanmeldingen. Uh, ik hoorde net van, van mijn collega Tom dat er een mannetje of 130, 140 ingelogd is. Gebruik de chat om vragen te stellen. Uh, we proberen er enkele voor het voetlicht te brengen. zoals jullie die gesteld hebben. We hebben vragen van tevoren gekregen. Ook daar zullen we er een paar uitpikken. Die zullen we aan de sprekers uh, voorleggen. En tenslotte ook in de paneldiscussie roeien je, want dan blijft het niet alleen een discussie tussen de panelleden onderling, maar ook met jullie. Nou, en dit is wat mij betreft een, een aftrap voor een, ik zal maar zeggen, een kleine anderhalf uur kennisonderdompeling op het vakgebied van de zonnewijders En dan wil ik als eerste mijn collega Martina Duivens het woord geven om ons meer kennis te geven over de depositie van verbrandingsproducten wanneer er sprake is van branden in substantiële hoeveelheden zonnepanelen. Martina, Dankjewel. aan jou het woord. Dankjewel Niels. Uh, nou, goedemorgen, ik uh, ga jullie de komende tien minuten, twaalf minuten uh, het een en ander vertellen over de onderzoeken die we bij het IV hebben gedaan uh, naar depositie van verbrandingsproducten van zonnepanelen. Uh, eerst ga ik iets vertellen over de aanleidingen, waarom zijn we deze onderzoeken gaan doen. Uh, vorig jaar hebben uh, collega's um, een verkennend onderzoek gedaan uh, naar uh, depositie van verbrandingsproducten van zonnepanelen. En daarbij hebben zij uh, onder andere gekeken naar uh, branden met zonnepanelen die in Nederland zijn uh, gebeurd en uh, waarbij depositie is voorgekomen. Dat onderzoek is afgerond en is ook inmiddels gepubliceerd. Daarna zijn we gestart met een, uh, een vervolg, uh, met een literatuuronderzoek. En dat onderzoek is uh, nagenoeg afgerond. En daarvan uh, presenteer ik zometeen uh, voorlopige resultaten. Nou, afgelopen zomer uh, vonden er twee branden plaats. in, uh, ja, geloof in juli in Flevoland en Noord-Holland, uh, waarbij zonnepanelen waren betrokken. En waarbij tot echt behoorlijk ver in de omgeving. Uh, verbrandingsproducten van die zonnepanelen werden aangetroffen. En dat leidde tot uh, vragen van uh, omwonenden, van bedrijven, van boeren, van milieudiensten. Dat leidde ook tot aandacht in de media en dat leidde zelfs tot Kamervragen. En al die vragen bij elkaar beschouwend uh, bleek eruit van, nou ja, dat, er dat we momenteel onvoldoende inzicht hebben of geen inzicht hebben in een aantal aspecten. Ten eerste van de aard van die depositie. Wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Wat zijn die verbelingsproducten? Wat zit daarin? Hoeveel komt er vrij? En hoe ver komt dat nou gemiddeld uh, terecht? En dan de vraag: ja, zijn daar risico's aan verbonden hè, voor de gezondheid van mensen, van dieren en voor het milieu? Je kan je voorstellen van, nou ja, dat er de resten van zonnepanelen dat er scherpe randen aan zitten. Nou, als dat in een weiland ligt en het vee loopt daar. Uh, dat dat niet goed is voor het vee, dat kan schade toebrengen. Maar misschien zijn er ook uh, uh, gevaarlijke stoffenaspecten aan, aan verbonden. Uh, verder uh, bleek ook van, nou ja, dat er nog niet uh, voldoende inzicht is in de mogelijkheden om die eventuele risico's te beperken en uh, um, om in de mogelijkheden om het spul verantwoord en veilig op te ruimen. En ook bleek dat er uh, wel wat onduidelijkheid is over de verantwoordelijkheden die verschillende partijen hebben, bijvoorbeeld in de afhandeling van dit soort incidenten. Nou ja, alles bij elkaar kan je zeggen dat het uh, momenteel nog uh, ontbreekt aan handelingsperspectief voor de partijen die betrokken zijn bij de bestrijding en de an, uh, afhandeling van dit soort incidenten. Dus reden genoeg voor het IFV, het Lectoraat Energie en Transportveiligheid, om onderzoek te gaan doen. Eerst een verkennend onderzoek, hè, en dat ging dus echt over de vraag: van ja, wat weten we nou eigenlijk over die depositie? Van branden uh, waarbij zonnepanelen zijn betrokken. Hoe vaak komen er nou eigenlijk in Nederland uh, branden met zonnepanelen voor en hoe vaak is daarbij sprake van depositie? Nou, meteen maar even, even een definitie. Wat verstaan wij onder depositie? Het neerslaan van vaste stoffen op een ondergrond. Het is bij een brand met een, met een behoorlijke warmteontwikkeling krijg je pluimstijging. Dus uh, deeltjes, vaste stoffen, roet enzovoort, de resten stijgen op, worden meegevoerd door de wind en komen elders in de omgeving terecht. Dat is wat wij. Uh, in dit uh, opzicht onder uh, uh, depositie verstaan. Uit het verkennende onderzoek bleek dat er uh, in de periode begin 2018 tot en met oktober 2020: 95 branden, tenminste uh, met zonnepanelen, waarbij die zonnepanelen in brand hebben gestaan, hebben plaatsgevonden. Um, daarvan waren 25 branden, waren grote branden. Branden met veel warmteontwikkeling waarbij ook een redelijke hoeveelheid zonnepanelen was betrokken. Die branden hebben we nader onderzocht in samenwerking met het uh, team brandonderzoek van de betreffende regio. En uit het nadere onderzoek bleek dat bij acht van die grote branden depositie was waargenomen. Uh, ja, en wat was dat dan? Uh, ja, wat werd er waargenomen? Wat, wat werd er dan gevonden? Dat varieerde gewoon sterk bij brand. Uh, van, van flinterdunne, van die stukjes van de blauwe bovenlaag van zonnepanelen, tot uh, fragmenten van zo groot als de palm van je hand. Grotere brokstukken tot zelfs vrijwel intacte zonnepanelen. En ook de afstand waarover dat spul werd verspreid, dat verschilde ook. Bij, bij twee van die branden bleef dat beperkt tot de incidentlocatie. En uh, bij de overige branden ging dat tot verder in de omgeving. Eén brandstel stond een kilometer en één zelfs stond op tien kilometer vanaf de, afstand, vanaf de brandhaard. Nou, dat verkennende onderzoek dat gaf dus al een mooi beeld van de problematiek. En vervolgens zijn we met een, met een vervolgonderzoek gestart en met eerst een hele een brede vraag, of de overkoepelende vraag is van nou ja, wat zijn nou de gevaren voor mens en dier en voor het milieu die verbonden zijn aan de depositie van verbrandingsproducten van zonnepanelen en welke aanpak voor de bestrijding eh, zou erbij passen. Er literatuur, is een literatuuronderzoek gestart met als eerste een brede vraag welke verbrandingsproducten kunnen vrijkomen bij branden met zonnepanelen. En dan drie vragen die gericht zijn op de depositie. He, zijn er dan verschillen tussen type zonnepanelen? Hoe ver reikt die depositie van die verbrandingsproducten? He, hoe ver komt dat terecht? En zijn er mogelijk schadelijke effecten uh, uh, aan die depositie verbonden? Nou, even samengevat in het plaatje, het leek ons goed om eerst te kijken van ja, zonnepanelen he, in de literatuur, wat, wat he, we kunnen daarover vinden, wat voor zonnepanelen hebben we in Nederland en wat zit daarin aan stoffen. En vervolgens in de literatuur te gaan kijken van nou, wat gebeurt er bij een brand, wat voor stoffen komen er vrij, wat is er geschreven over uh, nou ja, wat er in vrijkomt, dat kan gasvormig vast of uh, zijn of dat, er kan wat met de bluswater vrijkomen. En dan vervolgens natuurlijk vooral kijken naar wat wij interessant vonden van ja, wat... Uh, uh, gebeurt er met de vaste stoffen? Uh, uh, wat, wat is er te vinden over depositie en uh, effecten voor mens, dier, milieu? Eerst maar eens dit type zonnepanelen. Uit de literatuur blijkt dat, nou ja, dat in Nederland ongeveer 95% van de zonnepanelen uh, momenteel kristalline zonnepanelen zijn. En dan heb je het over kristallijn of polykristallijn silicium. Minder dan 5% van de zonnepanelen zijn de dunne film zonnepanelen... Um, en uh, nou ja, dat zijn ook verschillende typen. In het literatuuronderzoek uh, kwam vooral informatie naar voren over de cadmium telluride, uh, dat is die tweede uh, zonnepanelen, en dan de CIS en CIGS, de filmzonnepanelen. Daarin zit koper, indium en selenium en misschien ook gallium. Nou, en dan is er nog een derde soort uh, of groep van zonnepanelen die we nou ja, derde generatie kunnen noemen, uh, dat zijn zonnepanelen waarin nieuwe technologieën worden toegepast. Dat is nog allemaal in de ontwikkeling en de experimentele fase. Die hebben we buiten beschouwing gelaten, want die, ja, die vinden we ook nog niet uh, zo bij ons op de daken. Of vinden wij dus een zonnepaneel. Ja, hoe dat is opgebouwd, dat verschilt natuurlijk per zonnepaneel, maar ja, grosso modo um, is dit denk ik een aardig uh, plaatje, een, een gangbaar kristallijn zonnepaneel. Bestaat natuurlijk uit die zonnecellen, die zie je in het midden, de solar cells, die liggen ingebed in uh, uh, kunststof. Uh, hier encapsulant genoemd, bovenonder. Um, boven en onder. Er is een bovenlaag, die, uh, die is van glas. En dan is er nog een onderlaag, hier backsheet genoemd, die kan van glas zijn, die kan van, van kunststof zijn. En sommige soorten zonnepanelen hebben ook nog een frame van aluminium. Um, wat voor stoffen zitten daar nou in? Ja, natuurlijk verschilt dat per type zonnepaneel. Maar grosso modo kun je zeggen dat het grootste deel, als je kijkt naar het gewicht van zo'n zonnepaneel, bestaat uit glas. He, uh, 75% procent. en als ook die onderlaag van glas is, dan kom je op 96%. Procent. Nou, er zitten natuurlijk kunststoffen in. Als het een frame heeft, dan zit er wellicht aluminium in. Um, en in die zonne dan heb je die zonnecellen. In kristallijne zonnecellen zit silicium. In de cadmium-tellurium uh, zonnecellen zit natuurlijk bijvoorbeeld cadmium. En die CIS-CGS zonnecellen, daar zit koper, indium, gallium en selenium in. Nou, verder tref je ook nog verschillende metalen aan, kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld lood of tin of koper. Dan komen we bij de, zeg maar de eerste deelvraag. Wat zegt de literatuur over verbrandingsproducten van zonnepanelen? Nou, als je in de literatuur kijkt, uh, als er wordt geschreven over wat er nou kan vrijkomen bij een brand uit zonnepanelen, dan is dat gebaseerd op brandexperimenten, niet op metingen aan zeg maar, e echte branden. En dat zijn best wel verschillende brandexperimenten. Bijvoorbeeld, uh, soms worden, wordt gewoon een heel zonnepaneel in brand gestoken en soms gaat het om fragmenten of gruis. En in die brandexperiment wordt gekeken naar wat voor stoffen er nou kunnen vrijkomen in de rookgassen. En dan vind je uh, sowieso uh, stoffen die je zeg maar, ja, bij, bij heel veel grote branden tegenkomt. En als er ook kunststoffen betrokken zijn: koolmonoxide, kooldioxide, vluchtige organische verbindingen. Uh, soms ook formaldehyde, waterstoffluoride, waterstofcyanide. Afhankelijk gewoon van wat voor kunst, kunststoffen erin zitten. Um, er komen ook, worden ook altijd metalen ge, uh, gemeten. Hè, dus bij alle typen zonnepanelen. Dat kan. Um, cadmium zijn, uh, lood, koper, uh, arsene. Kleine hoeveelheden. Nou, dan zou je kunnen denken: van ja, er zal er wel heel veel cadmium vrijkomen uit die cadmium tellurium uh, zonnepanelen. Maar dat is niet zo. Uh, in die experimenten blijkt dat, eigenlijk, uh, dat, het gewoon heel, ja, dat het heel beperkt is. En waarschijnlijk komt dat omdat het cadmium door uh, smelten van het glas wordt ingekapseld. En ja, niet verrassend is natuurlijk dat uit die CIS en CIGS uh, koper, indium, selenium en gallium kunnen vrijkomen. Overigens ook nog wel aardig om te vermelden is dat, omdat dit een zorg is uit het veld, hè, van komt er nou, in ieder geval bij de productie van zonnepanelen, is er aandacht voor het beschermen van de medewerkers in de, in de fabrieken tegen siliciumoxidevezels en stof. Um, nou in, onze, in de literatuur die we hebben gevonden is niets vermeld over vrijkomen van siliciumoxide vezels als stof uh, bij een brand met zonnepanelen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dat er niet is. Nou, wat is er dan te vinden over depositie van verbrandingsproducten in de wetenschappelijke literatuur? Nou, daar kan ik heel kort over zijn: dat is niks. Uh, dat heeft gewoon wetenschappelijk nog geen, geen aandacht gehad. He, we hebben natuurlijk al wel gezien in de vorige slide. Die ik liet zien dat er verschillende metalen kunnen vrijkomen. Maar uh, we weten niet of die in depositie terechtkomt. We weten ook niet in welke vorm ze vrijkomen. Dat, dat is vanwege de analyse technieken die zijn ge gebruikt. En wat we natuurlijk weten uit het verkennend onderzoek en wat we in de praktijk hebben gezien. Ja, we weten natuurlijk wel van ja, er kunnen wel degelijk verbrandingsresten vrijkomen. Die kunnen ook behoorlijk ver in de omgeving terechtkomen. Ja, de literatuur zegt niks over depositie, en dus ook niet tot hoe ver het kan komen. Toen dachten we, nou dan gaan we toch even kijken of we iets kunnen vinden over depositie bij gewone grote branden. Hè. En nou, bijvoorbeeld het RIVM heeft daar uh, onderzoek naar gedaan... gebaseerd op um, uh, 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 oh, sorry, analyses van de dienst van, van ongeveer 50 branden in een periode van tien jaar. Um, daar waren er overigens geen branden met, met zonnepanelen uh, onder. Um, en op basis van die analyses... en dan, dan hebben ze dus veegmonsters en stofmonsters geanalyseerd... concludeerden ze van, nou ja, tot... Vanaf een afstand van 500 meter van de brandhaard is eigenlijk geen depositie te verwachten. Uitzonderingen daar gelaten. En dan de laatste deelvraag. Wat zijn mogelijk schadelijke effecten van depositie van verbrandingsproducten van zonnepanelen? Nou, in de literatuur, hebben we net gezien, er wordt geconcludeerd dat bij branden met zonnepanelen gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Er wordt ook gezegd dat nou, in de directe omgeving van de brand zou de grenswaarden kunnen worden overschreden. Maar uh, kon zeggen de onderzoekers van ja, op basis van die brandexperimenten verwachten we niet dat er risico's zou zijn voor de volksgezondheid en uh, voor het milieu. Maar goed, dat is op basis van brandexperimenten. Over mogelijk schadelijke effecten van depositie kunnen we op basis van het literatuuronderzoek geen uh, uitspraak doen. En dat maakt ook dat ik uh, deze presentatie wil beëindigen met een aanbeveling. Uh, ik denk dat het nodig is dat er nader onderzoek wordt gedaan, gericht op. ...depositie van verbrandingsproducten van zonnepanelen en op de risico's daarvan in het bijzonder. Dit was het, dankjewel voor jullie uh, aandacht. Kijk, uh, uh, dankjewel Martina. Graag gedaan. Interessant om eens even te zien hoe zo'n paneel opgebouwd is, wat voor stoffen er allemaal in zitten. Ik zag een vraagje in de chat van, uh, van Bas Pronk en die, uh, die vraagt... Uh, ...orde groottes qua gewichten van zonnepanelen, waar, waar moeten we aan denken? Hoe zwaar zijn die panelen? <laughs> en als ik goed begrepen heb, kan uh, zo'n beetje driekwart kwart van dat gewicht wel zo'n beetje uit glas bestaan. Aha. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, die, ik heb dat, de, die getallen niet meer paraat. Want, want, wat, wat weegt nou een zonnepaneel? Een paar kilo, ja. 20 kilo, 20 kilo dankjewel. Ja. Nou, Bas had het tussen haakjes ook al gezegd. Moet ik denken aan ongeveer 20 kilo. Dus op zich is het Bas, Bas was, geweldig. Uh, ja. De vraag is goed beantwoord in deze. 20 kilo, zeg jij, uh, Bruno? Ja, de, de 60-cellige panelen, wat de mainstream is, wegen ongeveer 20 kilo. Ja. De glasfoliepanelen, Is het glas, glas, dan wordt het uh, zwaarder. Ah, zo, ja, ja. Ja. En dan uh, heb je ook de grote panelen. Ze worden ook steeds groter, de panelen. Ja, die worden natuurlijk ook steeds zwaarder. Als, als voor van de uh, toename van het formaat. Oké, okay, dus de, de, de trend is dat we zwaardere en grotere panelen gaan krijgen. Ja. Is dat maar een conclusie die ik hier kan... Uh, Zeker, ja. Ook in de privésituatie, in de woningssituatie? of is dat? Met name op zonnewijders. Okay. Want op okay. woningen ben je beperkt door de ruimte die je hebt. Dus je, je kunt niet heel grote panelen gaan plaatsen, omdat je het dan niet meer passend krijgt. Oké, okay. ja. begrijpelijk. Ja. Andere vraag die ik nog had, of die we van tevoren ook binnengekregen hebben: dat is uh, er is op gebied van wetenschappelijke publicaties rondom die. Depositie, eigenlijk geen materiaal gevonden, hè? Uh, van uh, tot waar welke stoffen. Ja. Hoe, of wie, zou, wie zou daarvoor aan de lat moeten staan om daar meer kennis over te vergaren? Zijn wij dat? Zijn dat uh, de Milieu Diensten? Is dat de wetenschap zelf? Ja, misschien wel een, uh, wel een combinatie. Hè? Ik, denk, uh, ik denk dat het heel goed zou zijn om gerichte brandexperimenten te gaan doen... Uh, gewoon puur gewoon echt nog even goed kijken van ja, wat kan er vrijkomen en, en hoever. Maar natuurlijk ook in samenwerking met de milieu diensten... en ook kijken naar nou ja, wat gebeurt er nou in de praktijk. En dat is goed te monitoren. En dat soort gegevens bij elkaar even leggen. Um, ja, ik denk dat je dat soort dingen ook gewoon in gezamenlijkheid... Uh, het beste zou kunnen oppakken. Dat lijkt me mooi. Oké, okay, en dan misschien nog een laatste vraag. Die krijg ik binnen van, uh, van Fred Huisman. En Fred vraagt, is er ook gekeken naar de brandbaarheid van onderdelen van zonnepanelen... Nee niet, dat ik nee, niet wat we tegengekomen zijn. In de literatuur ging het over uh, hele zonnepanelen en, uh, of fragmenten van zonnepanelen. Maar niet specifiek naar bijvoorbeeld alleen zeg maar de bovenlaag of, of alleen de zonnecellen of alleen de, de appendages of iets of alleen het frame. Dat, dat soort dingen niet. Ze okay. ja. hebben gewoon zo'n heel zonnepaneel in de hens gezet of aan uh, stukjes ge... Vlagen en dan in brand gezet. Helder. Ma Martina, ja. hartelijk dank uh, voor deze introductie van hoe zijn zonnepanelen opgebouwd. Wat, wat voor stoffen zitten erin wat kan er vrijkomen bij een brand? En wat er kan vrijkomen bij een brand, daar gaat Hendrik Kramer ons niet misschien op doorzaar. Maar wat hij ons wel kan vertellen is van hoe heeft hij opgetreden met zijn ploeg bij een brand op een, uh, een zonnewede uh, te Emmeloord. Hendrik, zou ik jou het woord mogen geven om ons, ons een doorkijkje te geven van wat trof jij aan, hoe ben je te werk gegaan en welke afwegingen heb jij zo al moeten maken om die brand te bestrijden? Ja, dankjewel uh, Niels. Uh, dat wil ik zeker graag uh, doen. Even kijken. Ja, uh, ook voor de kijkers thuis. Ik ga jullie meenemen in een uh, incident wat uh, nou, ik samen met de collega's van Post Emmeloord heb mogen bestrijden bij een incident op de Zonneweide in Emmeloord aan de Muntweg. Uh, en dat was op 8 april 2020, 8 april vorig jaar. En in Emmeloord ligt een uh, zonneweide met een zonnepark ter grootte van 43.500 zonnepanelen. En volgens de website van de, van de eigenaar van dat zonnepark uh, levert uh, dat park voor 4.000 huishoudens uh, stroom met een uh, vermogen van 12.5 megawatt. En de bijzonderheden daarbij zijn: uh, het is het grootste zonnepark van uh, Flevoland. En om even een vertaalslag te maken van 12,5 megawatt vermogen, dat is zo'n 12,5 duizend vaatwassers uh, die uh, kunnen, uh, kunnen draaien. Wist ik uh, toen allemaal niet, uh, op die uh, betreffende 8 april. En wat ik ook niet wist, is uh, dat dat zonnepaneel uh, beheerd wordt vanuit Duitsland. Uh, de eigenaar is een uh, Nederlandse firma, maar de monitoring van het hele park geschiet vanuit uh, Duitsland, vanuit München. Nou, de alarmering uh, begon voor mij uh, nou, op die betreffende uh, 8 april rond de klok van 11 uur. Uh, ik was ook toevalligerwijs uh, in Emmeloord aanwezig en ik zie een brandmelding langskomen van een uh, containerbrand. Nou, uh, op zich niet spannend natuurlijk voor een, uh, voor een OVD. De ploeg uh, wordt gealarmeerd, die rukken uit en um, met het moment dat ze uitrukken krijg ik een telefoontje van de meldkamer. Um, die mij informeerde uh, van deze melding en uh, ook wist te vertellen van ja, het gaat niet om een container, maar het gaat mogelijk om een, uh, ja, iets op uh, het zonnepark. Waarop ik uh, gevraagd heb aan de meldkamer mij te koppelen aan het incident en uh, ik ben ook die kant op gegaan. Um, nou, ondertussen uh, werd het al wel vrij snel duidelijk dat het om een, een, een grote transformator ging. Uh, waarop ik uh, contact gezocht heb met uh, de eerste bevelvoerder die aanrijdend was. En uh, ik heb hem meegegeven van: Joh, uh, wees je van bewust dat er spanning op dat ding kan staan. Uh, de, de mogelijke gevaren. En uh, joh, uh, treed indien mogelijk defensief uh, op uh, in verband met de eigen veiligheid. Um, kijken we dan even naar de locatie van dat uh, zonnepark. Uh, dan is dat aan de oostelijke kant uh, gesitueerd van uh, Emmeloord. Um, ja, aan, uh, aan de westkant zie je de A6 vanuit Almere-Lelystad uh, bekeken naar uh, Lemmer en, en Jouren. En dat park is ongeveer 14 hectare uh, groot. Kijken we even verder, dan zie je hier de satellietfoto... Met uh, aan de zuidzijde nog een uh, industriegebied. Midden op het uh, zonnepark was de, was de brand. En uh, zo ziet dat er uh, van boven uit. Um, ja, ja, dan ga je daar naartoe en uh, je houdt natuurlijk de meldingen van de collega's ook in de gaten. En uh, we kwamen tot de ontdekking dat er in maart 2019 op diezelfde zonneweide ook al eens een keer brand uh, geweest was. Dus al tijdens het aanrijden heb ik contact gezocht met mijn collega die uh, daar ook uh, geweest is. En uh, gevraagd van: joh, wat waren jouw bevindingen en uh, wat waren de tips en de tricks uh, die, uh, die we zeker moeten meenemen bij de bestrijding van dit incident? Nou, dan kom je ter plaatse en dan zie je daar een uh, transformator in de brand staan. Die transformator die staat deels tegen uh, een sectie zonnepanelen aan en een deel van die zonnepanelen heeft vlam gevat. En uh, door de vlammen van die brandende transformator wordt er uh, een gat gebrand in de sectie uh, van zonnepanelen. Waardoor eigenlijk ook weer een soort natuurlijke uh, nou ja, scheiding ontstaat. Waardoor uh, de vlammen van die transformator ervoor zorgen uh, nou ja, dat de rest van die zonnepanelen niet in de, in de, in de hens uh, gaan. Ja, en dan kom je voor de vraag te staan, hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we hierop uh, optreden? Um, Voordat ik dat uh, ga vertellen, uh, nou, eerst eventjes een, een stukje opbouw van, van dat zonnepark. Hoe ziet dat zonnepark er uh, nu uh, uit? Aan de noordzijde zie je de terreintoegang vanaf de Muntweg. Uh, dat is de officiële toegang ook voor uh, monteurs of als daar onderhoud gepleegd moet worden. Nou, in eerste instantie was de tankautospuit daar naartoe gereden. Maar vanwege de drassigheid van het terrein en het ontbreken van verharding uh, ja, Konden we de trein gewoon niet op? Um, dus dan moet je plan de campagne gaan bedenken van: uh, wil ik überhaupt dat uh, trein op? Is dat veilig en wat wordt het doel van mijn inzet? Um, omdat we de oorzaak van het incident en van de brand uh, niet helder hadden, uh, kan het zo zijn dat het een technische oorzaak is waarbij monteurs betrokken zijn, die eventueel gewond. Um, ja, of uh, buiten bewustzijn zich op het trein bevinden. Dus we hebben er wel voor gekozen om fysiek dat trein op te gaan. Om een verkenning te doen van joh, wat is daar nou precies aan de hand. Uh, om dat uh, scherp inzichtelijk en in beeld te, te krijgen. Nou, de trein is opgebouwd uit secties van, van zonnepanelen. Uh, die secties van zonnepanelen hebben een eigen transformator. Die uh, de spanning omhoog transformeert en geschikt maakt voor, het, uh, voor de spanning van de netbeheerder. Uh, je ziet uh, met die blauwe uh, hokjes uh, zie je dus ook de verschillende transformatoren op het, uh, op het veld. Uh, de transformator die de vorige keer in de brand gestaan heeft, is uh, deze transformator, het rondje. En nu stond uh, de middelste transformator in de brand. Uh, ik zei al: je kunt het terrein niet op vanwege de drassigheid via de hoofdingang, uh, maar het terrein is ook omsloten door een grote brede sloot van uh, 5 tot 8 meter. Dus echt uh, effectieve terrein op is eigenlijk uh, nou, best lastig. Nou, kijk je dan naar de dilemma's waarop je tegenaan uh, loopt als, uh, als brandweer? Uh, ja, dan is het eerste, uh, de eerste vraag die of je hebt: uh, wat is het doel van de, van de inzet? Uh, wat ga ik hier doen en hoe kunnen we dat uh, veilig uh, ja, realiseren? Um, die transformator staat in de brand, een grote rookpluim, we hebben een verkenning gedaan op, uh, op slachtoffers, nou gelukkig waren die er niet um, en dan, uh, ja, dan, ga, dan ga je dus kijken van uh, kan ik daar effectief optreden en uh, uh, ja, met, met de situatie zoals die is. Um, dat geldt niet alleen voor onszelf. Inmiddels uh, had ik ook contact gezocht met de, met de eigenaar van het pand die war, of van, uh, van de zonneweiden. Die waren overigens vrij snel ter plaatse. Uh, dus dan konden we ook gelijk uh, kennisuitwisseling doen, wisten we uh, uh, hoe, hoe het zonnepark opgebouwd was. Um, wat hun belang wa was en wat ons belang was. En wij hebben in basis ervoor gekozen om uh, defensief uh, te blijven optreden. Vanwege het feit, uh, ja, die, die hoogspanningstrafo die staat uh, zowel aan de primaire kant, hè, de 380 uh, volt kant, uh, als aan de secundaire kant, de 10 kV uh, kant, uh, gewoon onder spanning. Er zit iets van, van 6000 liter, of 600 liter olie in zo'n transformator. Die staat volledig in de brand. Um, ik heb hem maar even uh, platgeslagen en vertaald van, joh, het is een enorme frituurpan die in de brand staat en die onder spanning staat. Um, de enige optie die wij hebben is, uh, zolang er spanning op staat, defensief uh, optreden en uh, afwachten. Dus gewoon uh, schoon uh, laten branden. Een ander dilemma is natuurlijk ook de bereikbaarheid van ja, hoe kom je daarbij. Um, nou, dat was gewoon uh, niet te doen. Nou, ik zei het al, hè? elektra, olie en brand is uh, nou, een combinatie die uh, elkaar in negatieve zin uh, versterkt. Kennis uh, was een hele belangrijke. Nu hebben we de kennis uh, gehaald van de, van de, van de eigenaren van het, uh, van het zonnepark. Die in de buurt uh, waren en vrij snel uh, aanwezig waren. Um, maar je ziet ook bordjes van uh, SF6, uh, zwavelhexafluoride, um, een gevaarlijke stof uh, die gebruikt wordt in schakelmateriaal, uh, mogelijk aanwezig kan zijn op dat zonnepark. Um, weliswaar in kleine hoeveelheden, mag gezien de brand, nou ja, verwaarloosbaar dat dat gevaar uh, voor ons direct zou opleveren. Maar je ziet het wel en het, uh, je wordt er wel door getriggerd. Verder kijk je dan naar de omgeving, die rookpluim die omhoog stijgt. Het verhaal hebben we al gehoord van wat depositie doet. De A6 die er langs loopt. Het was een mooie dag, veel mensen die aan het fietsen waren. Dus je kijkt ook naar dat soort aspecten, neem je mee. Maar uh, ook het dingetje um, wat naar voren kwam uh, met de, uh, en wat we besproken hebben met de monteurs van, uh, van het park zelf: uh, verdere schadebeperking. Nu staat er een sectie, uh, Trafo staat er in de brand. Uh, er zijn natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk um, zonnepanelen op aangesloten. En wat uh, doet die sectie die nu uh, nou ja, een technisch uh, falen uh, veroorzaakt voor de rest van de secties in het zonnepark? En wat betekent dat voor de, de, de transformator van de netbeheerder die daarnaast staat? Nou, De netbeheerder hebben we ook ter plaatse gehad en uiteindelijk kom je dan in zo'n driehoeksoverleg uh, tot de conclusie dat het verstandig is om, nou, als het mogelijk en veilig kan, om de zonnepanelen door middel van lastscheiders die daar zijn aangebracht, uh, schadeloos uh, of uh, spanningsloos te maken. Um, nou, dat moet natuurlijk wel op een veilige manier gebeuren, dus dat hebben we in overleg met een plan van aanpak met de monteurs uh, van het park uh, gedaan. En uh, samen met ons uh, als brandweer, ook uh, om, om daar kennis over te krijgen, hebben we op uh, een veilige manier ook die sectie van zonnepanelen uh, af kunnen, uh, kunnen schakelen. Um, als je dan kijkt hoe is dat zonnepark nu opgebouwd en hoe ziet dat eruit? Uh, ik heb er wat fotootjes van, uh, van kunnen maken. Je hebt de secties met uh, zonnepanelen, die leveren een, uh, een gelijkspanning op van een best wel hoog. Het uh, kan, kan zelfs tussen de 700 en de 1000 volt gelijkspanning zijn. Die gelijkspanning wordt uh, gebracht naar uh, een sectie van uh, inverters. Die inverters die maken van die gelijkspanning maken ze wisselspanning, uh, drie fasen, 400 volt. Uh, dat wordt beveiligd door middel van. Uh, uh, lastscheiders die uh, nou ja, die vermogens uh, ook af kunnen, uh, kunnen schakelen als die uh, te hoog worden. En die wisselspanning die gaat dan naar een uh, transformator die die spanning weer omzet naar een uh, 10KV-spanning zodat die spanning geschikt wordt voor het net van de netbeheerder en op die manier um, nou ja, verder het, uh, in het net verspreid uh, kan worden. Um, nou, Wat loop je dan tegenaan? Hè? Kan zo'n constructie onder spanning komen te staan? Is die gehaard? Uh, kun je die aanraken? Kun je er veilig benaderen? Uh, nou, al dat soort vragen komen dan uh, naar voren. En dat is het toch wel prettig dat je monteurs die kennis hebben van deze installatie, uh, uh, ja, dat je die bij je hebt om uh, daar een adequate inzet uh, op te doen. Nou, uiteindelijk is die transformator uitge, uitgebrand en uh, het is altijd mooi als je impliciete kennis uh, van zo'n incident opdoet en ook expliciet uh, kunt maken. En, uh, wij hebben een after action review gehouden en de uitkomsten van deze brand hebben we in een ervaringsbericht uh, gezet. En dat delen we ook met onze collega's in de eigen interne organisatie. Maar uh, ik heb er ook een aantal meegenomen en hij is ook digitaal beschikbaar. Dus mochten mensen in het land uh, deze willen ontvangen, is hij, uh, is hij gewoon beschikbaar. Um, zoals ik al zei, uh, we hebben uh, die ervaringen gevangen en uh, opgeschreven in een uh, ervaringsbericht. En daarin ook de tips en de tricks uh, opgenomen van dit, uh, van dit incident. Uh, ja, een aantal gouden tips hebben we daar ook bij benoemd. Het zijn misschien inkoppertjes, maar de laatste is vooral de meest belangrijke. Aannames zijn dodelijk, hoge spanning ook. Dus ik zou graag willen meegeven, bij dit soort incidenten is kennis gewoon ontzettend belangrijk. En dat je echt weet wat of je doet en wat het doel is in relatie tot het doel van je inzet. En dan ben ik aan het einde gekomen van uh, de presentatie. En dan uh, wil ik jullie danken voor de aandacht. Ja, en, en jij bedankt, uh, Hendrik, voor, jou, uh, voor jouw mooie verhaal. Want ik heb natuurlijk van tevoren een behoorlijk lijstje van vragen gekregen... ook over hoe de brandweer dit soort zaken aanpakt. En mm -hmm. impliciet behandel jij al behoorlijk wat van die vragen. Zo kwam mm -hmm. er een vraag over... in welke mate van het kwadrantenmodel heb jij hier gewerkt? Ik hoor jou volgens mij zeggen defensief, ja, defensief buiten, zeg maar. Een andere vraag die, die ook gesteld was, is uh, wat, wat voor preventief of ontwerptechnische tips zou je hier nog uit kunnen halen? Ik, ik hoor jou wat zaken zeggen over uh, bereikbaarheid, uh, transformatoren die midden. Ja, in de, in de weiden zelf liggen. Heb jij ideeën daarbij welke nou ja, ontwerptips je hier misschien nou uit zou willen destilleren? Nou, dat is natuurlijk, uh, dat kan van elke situatie natuurlijk uh, anders zijn. Maar um, wat ik vooral zou willen meegeven, kijk vooral naar de risico's die of je loopt op, het specifieke zone, op de specifieke zonneweide. En in dit geval um, was voor ons bereikbaarheid een, 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 een ding. Um, maar verwacht je op zo'n zonneweide echt een specifieke brandweerinzet en je kunt die van tevoren bij het ontwerp van zo'n zonneweide al definiëren. Ga dan nadenken over ja, um, bluswater. Ga dan nadenken over uh, dat, dat een tankautospuit ook zo'n uh, zonneweide op moet uh, kunnen. Maar heb je bijvoorbeeld in je ontwerp uh, zoiets van uh, we, we, kunnen, we kunnen geen scenario bedenken waarvan we uh, een, een brandweerinzet kunnen verwachten. Ja, weet je, treedt dan vooral ook uh, defensief op. Uh, ik, ik vergelijk het ook een beetje met de onderverdeelstations van TENET. Ja, niet alle onderverdeelstations van TENET gaan wij zomaar als brandweer uh, lukraak naartoe om een brandweerinzet uh, te doen. Daar denk je ook van tevoren na over uh, scenario's. En mijn tip zou zijn, uh, neem dat vooraf in het ontwerp mee. Van welk risico lopen we hier en wat willen we dan bereiken ook uh, als we een mogelijke brandweerinzet... Uh, dat mogen doen. En hoe meer we aan de voorkant kunnen afdekken, ondervangen, nou, hoe beter het is. Okay. Dan, nog een vraag van, van, van Rob van Une die uh, Rob vraagt, uh, als jullie gealarmeerd worden, wordt dan de beheerder van het park wordt die gelijktijdig ook gealarmeerd? Of hoe, hoe zit die tijdlijn erin, wanneer jij op een gegeven moment dat contact hebt met de beheerder en op een gegeven moment wel tot tot die overwogen keuze kan komen om een bepaald deel of het gehele park af te schakelen? Um, de beheerder wordt uh, niet meegealmeerd. De melding was een beetje vreemd binnengekomen, hè, als containerbrand. En dan op den duur dan kom je erachter dat het het zonnepark uh, betreft. Ja, en dan uh, gaat dat treintje lopen. Uh, de beheerder is niet uh, gelijk gebeld. En in dit geval was Google uh, mijn beste vriend. Um, en, en zo zijn die contacten tot stand gekomen. En uh, gaandeweg de contacten en de, uh, het bellen uh, kom je dan tot de conclusie uh, wie, wie je allemaal hebben moet en wie allemaal stakeholders zijn uh, bij dit incident. Um, en misschien wel een belangrijke tip is, uh, uh, die, die ook voor uh, de risicobeheersing in dit soort gevallen geldt. Um, Probeer dat ook aan de voorkant uh, te, te regelen. Van dit incident hadden we geen planvorming, uh, geen contactgegevens. Uh, en, en, en als je dat hebt of uh, ergens weg kunt halen. Ja, nu moest het via Google. Maar als je ergens het lijntje weet, weet te leggen uh, vooraf, dan is dat, uh, is dat natuurlijk altijd beter. Kijk, ja. Ik vind het, ik vind het een, mooie, een, een mooie extra tip die je naast die paar gouden tips al, uh, al even op slide gezet had. Mm -hmm. Hendrik, hartstikke bedankt voor jou. Uh, uh, Inleiding. Uh, ik weet in de, in de paneldiscussie kunnen we de dag misschien nog wel eens even verder op doorgaan. Ook over, over invloedsgebieden. Uh, Jeroen is er ook bij om eens te kijken wat, wat heeft dit voor de AGS en de omgeving allemaal voor een, uh, mm -hmm. consequenties gehad. Uh, voor nu even hartelijk dank. En dan zou ik uh, door willen gaan met uh, Bruno. Bruno van Dos, werkzaam bij, bij Solar Edge. En Solar Edge is. Maar Bruno, verbeter me daar maar als ik het uh, verkeerd zeg. Een bedrijf dat dit soort parken uh, aanlegt en uh, nou ja, misschien ook wel ontwerpt, dat weet ik niet. Maar jij zit redelijk aan die voorkant mee te kijken hoe je hiermee om kan gaan. En ik zou jou willen vragen om ons eens een doorkijk te geven van hoe gaat dat in zijn werk uh, om te komen tot nou ja, 43.500 zonnepanelen mooi geklusterd bij elkaar ja. in onze eigen fysieke leefomgeving? Nou, dankjewel, Niels, voor de introductie. Die was uh, deels correct, deels incorrect. Um... Uh, Soderech is een uh, bedrijf die uh, omvormers ontwikkelt en produceert, en dus uh, iedere zonnepaneel of installatie wordt aangesloten op een uh, omvormer, omdat inderdaad van die gelijkspanning moet wisselspanning gemaakt worden. Dus wij leggen die parken niet zelf aan, maar wij leveren onze producten aan installateurs die die parken aanleggen. Kijk. Nou, mijn naam is uh, Bruno van Bost en uh, vandaag ga ik jullie wat vertellen over wat Soderech te bieden heeft op het gebied van veiligheid bij zonnepanelen. dan komt hij. Heel kort even iets over SolarEdge, omdat ik toch uh, voor de mensen die ons niet kennen um, een stukje duidelijkheid wil verschaffen daarin. Uh, SolarEdge is een bedrijf die in 2006 is opgericht. Um, nou, sinds die tijd hebben wij deze uh, uh, mijlpalen bereikt, dus uh, we hebben patenten behaald, we hebben natuurlijk veel medewerkers, um, heel veel omvormers geleverd. Ik wil je niet vermoeien met die details, maar dat wil ik toch even uh, aan jullie meegeven. Um, hierna komt een kort filmpje waarin eigenlijk uitgelegd wordt wat zodat je betekenen heeft op het gebied van veiligheid als het komt bij zonnepanelen. Het installeren en onderhouden van een PV-systeem is over het algemeen een veilig proces. En toch, kijk maar naar de auto, sommige zijn net iets veiliger dan andere. Hetzelfde geldt voor PV-systemen. Want als uw monteurs onze systemen installeren, mogen ze zich extra veilig voelen. SolarEdge hanteert namelijk de strengste veiligheidsnormen ter wereld. Neem onze geïntegreerde SafeDC technologie. Zodra de omvormer wordt uitgeschakeld, reduceert deze technologie de spanning automatisch tot een veilige 1 volt per paneel. Helemaal in lijn met de strengste internationale brandveiligheidsnormen ter bescherming van technici, brandweerlieden en gebouwen. Om brand te voorkomen, hebben we in onze omvormers standaard vlamboogbeveiliging ingebouwd. Zodra die een vlamboog detecteert, wordt de omvormer meteen uitgeschakeld. Dankzij onze auto reconnect-optie gaat de PV-productie veilig door totdat het probleem is opgelost. Bovendien combineren we veiligheid met gemak dankzij onze monitoring op paneelniveau. Zo lossen we de meeste problemen van afstand op, zodat u niet altijd het dak op moet om de diagnose te stellen. Maar het mooiste van alles: Solar Edge heeft alle veiligheid ingebouwd in het systeem. Extra onderdelen of installatiewerkzaamheden zijn daarom niet nodig. Safety C, vlamboogdetectie, monitoring op paneelniveau en een veilige accu-toepassing. Zo beschermt SolarHU medewerkers en de investering van uw klant. Nou, de, um, wat we net ook zagen in uh... De vorige presentaties is dat zonnepanelen zodra er licht op valt een, uh, een spanning afgeven. Uh, Typische zonnepanelen leveren ongeveer 40 volt. Bij normale traditionele systemen worden die panelen in serie gezet en dan telt het elke keer op. Dus als je een systeem hebt met 20 panelen, dan zou je bij 40 volt aan panelen op 800 volt uitkomen. Dus hier hebben we 600 volt genoemd als voorbeeld met een woning, om het uh, voorbeeld uh, eenvoudig te houden. Maar in grote zonneweiders gaan die panelen zelfs, of sorry, die DC-spanningen zelfs tot 1500 volt. Dat is eigenlijk de trend voor zonneweiders. En um, ja, dat zijn wel toch wel dingen, aandachtspunten, want uh, gelijkspanning is een hele andere, uh, geeft een heel andere gevaar dan wisselspanning. Uh, daar kom ik straks nog op terug. En um, nou, dat is wel iets om rekening mee te houden. Um, als je het verschil bekijkt tussen wat een, een traditioneel systeem doet en wat een solar systeem doet bij het uitschakelen van een omvormer wordt het hier opge, uh, opgezond. Dus als je een normale omvormer uitschakelt, dan schakel je de omvormer uit. Je kunt zelfs de wisselspanningstijd uitschakelen op trafo-niveau, dan is het hele wisselspanningsgedeelte afgeschakeld. Alleen je kunt de DC-spanning die van de paneel afkomt niet afschakelen. En je heeft een optimizer achter ieder paneel zitten en die optimizer die fungeert als een soort schakelaar. Dus op het moment dat een omvorm van SolarEdge uitgezet wordt of de AC-zijde wordt uitgeschakeld. Dan gaat ook het hele DC-traject van paneel tot omvormer naar een veilige spanning van 1 volt per paneel en dan kom je uit op ongeveer 20 tot 30 volt in de praktijk, waar dat bij nou ja, die traditionele omvormers tot 1500 volt kan zijn. Um, nou ja, wat de, dat unieke uh, dat unieke design, dat noemen wij Safe DC. Safe DC, veilige DC-spanning. Hier um, staat het nog een keer opgezond. Op het moment dus dat een omvorm uitgezet wordt, of er is een, uh, een voor die uitgeschakeld wordt, of er wordt een kabel doorgeknipt, of wat dan ook. In die situaties uh, wordt het systeem uitgeschakeld en uh, wordt de DC-spanning van de string dus gereduceerd tot een veilige spanning die aanraakveilig is. En zelfs geblust kan worden met water, want ja, die spanning van 20, 30 volt. Is nooit voldoende voor uh, electrocutie. En verder is het zo dat in de, in de optimizer die achter de panelen zitten, er zijn sensoren ingebouwd. Die de temperatuur ook monitoren van een optimizer. Dus mocht door externe omstandigheden, zoals een brand, de temperatuur oplopen tot boven de 85 graden. Dan wordt die optimizer ook uitgeschakeld. Dus dat zit zeg maar, een extra vorm van veiligheid in. Een ander risico wat wij zien bij zonnepanelen, dat zijn vlambogen. Dat is misschien minder van toepassing direct uh, in het thema van vandaag. Maar toch is dat iets wat wij uh, zien in de markt: dat het uh, een belangrijk onderwerp is. En vlambogen zijn eigenlijk een elektrische ontlading door de lucht heen. Dus normaal gesproken loopt de stroom door de kabel. Maar als je de, de kabel zeg maar zou doorknippen en de, de plus en min uit elkaar gaat trekken, dan krijg je: hier, uh, hier is dat ook te zien, een vlamboog. Nou, daar heb je verschillende vormen van. Je hebt seriële vlamboog, je hebt parallele vlambogen. Um, het feit is wel dat vlambogen ook tot uh, gevolgschade kunnen leiden. Dus um, op het moment dat een, een, een slecht contact in een uh, DC-kabel um, verergert, dan kan dat leiden tot een seriële vlamboog. En die seriële vlamboog kan overgaan naar een parallele vlamboog. En als dat gebeurt, en als dat gebeurt bij een traditionele omvormer, dan zal die vlamboog. Eigenlijk als lopend vuurtje over de kabels tot aan de panelen gaan lopen. Ik heb daar straks nog een filmpje van. En hier zie je ook weer het verschil tussen vlamboogdetectie en vlambogen tussen de traditionele systemen en solar systemen. Um, bij een solar omvormer zit een vlamboogdetectie ingebouwd in de omvormer. Dus op het moment dat zo'n vlamboog zou ontstaan, dan schakelen wij het hele systeem uit... Dankzij die cdc functie gaat ook de DC-spanning terug naar een veilige spanning. En bij een traditionele omvormer, al dan niet voorzien van een vlamboogdetectie, kan die wel de stroomkring onderbreken. En voorkomt eigenlijk dus, of stopt eigenlijk de vlamboog. Maar doordat de spanning van de, van de kabels eigenlijk aanwezig blijft, is het risico eigenlijk niet geweken. Dus je hebt nog steeds hoge spanning en die hoge spanning kan ook weer leiden tot een parallelle vlamboog. Nou, dit is even kort samengevat wat uh, Soderedge uh, te bieden heeft op het gebied van veiligheid. En dus we hebben de safety functie, die 1, span, 1 volt per paneel. We hebben een rapid shutdown functie, dat is eigenlijk de, dat is een Amerikaanse eis om de DC-spanning binnen 30 seconden terug te brengen naar een veilige spanning. Die vlamboogdetectie waar ik het net over heb gehad, en dan die uh, monitoring op paneelniveau. Ik heb zelf even nagedacht uh, over wat uh, is bij zonnewijders nou, of, of überhaupt zonnepanelen, wat zijn de, uh, ja, waar, waar loop je tegenaan, waar lopen wij als, als sector tegenaan, hè? Wat, wat zijn de risico's die mogelijk voor kunnen komen. En ik heb een aantal uh, boelens opgeschreven die, uh, ja, die we kunnen bespreken. Ik zie zelf dat uh, bij het installeren van zonnepanelen, dat is al een bepaald risico. Je hebt monteurs die... Connectoren moeten uh, aanzetten aan de kabels die werken met hoge spanningen. Daar zijn ook al gevallen van bekend dat monteurs gelektrofuteerd raken. Niet alleen van de AC-zijde, maar ook van de DC-zijde. 1000 volt is niet ongevaarlijk. En dat is al een, een mogelijk risico waar we naar moeten kijken. Maar je hebt het ook bij onderhoud van PV-systemen op parken. Op het moment dat panelen gereinigd moeten worden of er moet ze vervangen worden. Dan wil je natuurlijk ook spanningsvrij kunnen werken en veilig kunnen werken. Bij branden, nou, daar gaat het vandaag natuurlijk over. En op het moment dat er een brand is, al dan niet ontstaan in de zonnepanelen, dan wil je ook spanningsvrij kunnen schakelen om eventueel kun, te, iets te kunnen doen. Um, ja, indien het park toegankelijk is voor het publiek, dat is, een, een, dat is in sommige gevallen het, uh, uh, in de praktijk en daar heb ik straks een referentie van. Ook bij ongevallen, dus, de, daar komen wel steeds meer vragen over, wat nou. Als een voertuig de panelen inrijdt, of tegen een zonnegevel inrijdt, of een, een vaartuig in een verdrijvend systeem rijdt, wat gebeurt er dan? Hoge DC-spanningen en, en wat gebeurt er? Um, en dan ook bijvoorbeeld bij hoogspanningskabels die over de weide lopen. Nou, daar heb ik een aantal voorbeelden van, referentieprojecten waar dit uh, benoemd wordt. Nou, dit is de eerste referentie die ik wil benoemen, dat is uh, SolarPark de Kwekerij. Uh, het adres staat erbij, het is in Hengelo, Gelderland. Het is uh, uitgevoerd met SodeRatch omvormers en optimizers. Uh, het is ongeveer 2 megawatt aan vermogen, 7000 panelen. En een van de redenen waarom de investeerder en ontwikkelaar voor een SodeRatch systeem heeft gekozen, is dat dit park vrij toegankelijk is voor het publiek. Dus we willen natuurlijk voorkomen dat ja, mensen die daar tussen de panelen zouden lopen, aan de kabels zouden trekken en ja, met alle risico's van dien. Dat was voor de ontwikkelaar een belangrijke reden om voor ons te kiezen. Een andere referentie die ik wilde benoemen, dat is de Solar Highway aan de A50. Dat is een uh, geluidsscherm. Het is uitgevoerd met zogenaamde bifacial panelen, dus panelen die zowel aan de voor- en achterkant uh, energie opleveren. Uh, nou, hier zie je hoe dat uh, gemonteerd wordt. Ook hier is gekozen voor uh, een solarsysteem. Uh, ik heb geen bevestiging dat hier voor ons is gekozen. Uh, met betrekking tot veiligheid, maar ik kan me wel voorstellen dat dit een, een, ja, een extra toegevoegde waarde is, want als hier een voertuig in zou rijden of een vrachtwagen, ja, dan heb je natuurlijk uh, ook vraagtekens wat gebeurt er dan? He, als je een voertuig hebt met lekkende brandstof en er gaat knetteren of vonken, ja, dan heb je risico's op uh, nou, ontploffingen. Uh, misschien mensen die vastzitten in het voertuig, die wil je kunnen bevrijden. Ja, wat dan als er kabels tegen de auto's aan liggen? Dat zijn allemaal vraagtekens die... Uh, die zou kunnen stellen. En ik denk dat we met Solaret in ieder geval een, een stap voor zijn op die uh, risico's. Een andere referentie die ik wilde laten zien, dat is een uh, project De Lichtkiem. Dat is uh, redelijk recent, van uh, vorig jaar eigenlijk is dat in bedrijf gesteld. Het gaat hier om 13.500 panelen. En wat je hier ziet is dat het park ligt eigenlijk net naast een hoogspanningsverdeelstation. Die rode stippen, dat zijn uh, hoogspanningsmasten. En die rode lijn, dat zijn hoogspanningskabels die over het veld lopen. En voor de kijkers met hele goede ogen, die zien dat ook hier zo over het veld lopen. En daar was de eis van de netbeheerder om, um, ja, om ook de zonnepanelen spanningsvrij te kunnen schakelen. Ja, op het moment dat er onderhoud gepleegd moet worden aan zo'n mast of een kabel. Of misschien dat er een, um, ik stel dat zo'n kabel zou breken en die valt op de zonnepanelen, dan wil je toch voorkomen dat het leidt tot ergere uh, escalaties. Oh. Momentje. Ja. Nou, net uh, hebben we het al gezien in een praktijkvoorbeeld. Um, ik heb ook voor mezelf heb ik een aantal uh, bullets opgezond van welke mogelijke elektrische risico's bestaan er als je het hebt over zonnepanelen. Nou, de onderste bullet is eigenlijk uh, vrij eenvoudig, zeg maar. Dat is AC, alle wisselspanning. Het hele gedeelte vanaf de omvormer, TRAFO en middenspanningszijde, dat is vrij algemene. Kennis. Een trafo die in een brand vliegt, is voor zonnepanelen niet anders dan een trafo bij een uh, industriepand. Het zit met name in het DC-gedeelte, dus vanaf de omvormen tot aan de panelen. Dat is in mijn beleving nog redelijk onbekend terrein. Van wat betekent dat en hoe moet ik daarmee omgaan? Nou, we hebben net gezien: seriële vlambogen bestaat als een mogelijk risico. De parallele vlambogen bestaan als een mogelijk risico. En dan die hoge dc-spanningen die je niet zonder meer kunt afschakelen. En dat is denk ik misschien wel de belangrijkste conclusie. Um, panelen blijven spanning geven zolang er licht opvalt. En je kunt het eigenlijk alleen maar fysiek uitzetten door ze af te dekken met een doek bijvoorbeeld. Um, en met kun je in ieder geval zorgen dat die hoogspanningen niet op alle kabels staan. Ik laat hierna een kort filmpje zien. Um, en ik ga jullie... Uh, Vragen wat jullie denken hier te zien, dat mogen jullie via de, via de WhatsApp uh, vragen stellen. Ik zal niet gelijk beantwoorden uh, wat jullie zien. Ik zal wel wat tips geven: het is een carport systeem. Het is in Mexico, niet dat dat relevant is. En, uh, hier lopen kabels van de zonnepanelen onder de carport, en je ziet daar. Uh, Vuur. En we staan erbij te kijken van wat, wat moeten we hier nou mee. Het is trouwens geen systeem met Solarge. Laat dat wel duidelijk zijn. <laughs> Dus, uh, jullie mogen jullie uh, tips via de chat uh, indienen. Ja, die tips die komen wel. Geef jij maar even het antwoord. Uh. Ja, oh, no. moet ik nu al geven het antwoord? Ik we, we, we zijn zo benieuwd wat het antwoord is. Ja. Nou, wat we net zagen was een, uh, ja, wat, wat wij een parallele flamboog noemen. Dus uh, ergens waarschijnlijk is het ontstaan. Het eerste probleem is ontstaan als een seriële vlamboog in de kabel zelf. Dat is gaan branden en uh, ontsteken. En de isolatie rond die kabels gaan smelten. En dat is op een gegeven moment overgeslagen naar de kabels die daaromheen liggen. Dus je hebt een tros kabels die bij elkaar liggen. En dat gaat op een gegeven moment over tussen de plus- en de min-kabel. En dat, dat loopt eigenlijk als een lopend vuurtje tot naar de panelen toe, zolang de zon erop schijnt. Dus dan uh, is dat eigenlijk wat er gebeurt. Um, wat ik nog wil benoemen is dat SOLAGH uh, als um, pionier op het gebied van veilige DC-systemen of veilige PV-systemen hebben natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld een uh, extra hardware in het pakket zitten. Dat noemen wij de Firefighter Gateway of de Brandweer Gateway. En daarmee kan een uh, systeem met SolarEdge omvormen al vroegtijdig afgeschakeld worden. Dus op het moment dat de noodstop ingedrukt wordt of als. Um, uh, het systeem gekoppeld is aan een brandmeldinstallatie. Dan zal de gateway de omvormers alvast een signaaltje luisteren. Het is een gevaarlijke situatie. Schakel uit en de DC-spanning gaat al aan een veilig niveau. En eventueel kan de brandweer het dak op of de weide op, kabels doorknippen uh, en gaan blussen. Hiermee ben ik aan het einde gekomen van mijn uh, presentatie. Dit is uh, nog zo, dus in het kort voor de mensen die het graag willen weten. En, uh, ik ben benieuwd of er nog vragen zijn. Ja, die zijn er zeker. En uh, ik weet niet of je, of je deze kan beantwoorden. Maar een van de vragen is: Hebben jullie uh, zicht op cijfers. in welke onderdelen van dit soort zonnewijders aantallen branden voorkomen? Dus in de panelen, in de kabels. in de, in de, in, uh, in de converters. in dat soort onderdelen. He, hebben jullie daar een beetje zicht op dat soort cijfers? En die vraag komt uh, van Anouk. Ik heb daar persoonlijk geen zicht op. Eh, misschien dat de mensen hier zitten daar wel zicht op hebben. Maar ik. Ik zie de Richard? Ik, ik had hier graag een goed antwoord op gegeven. Uh, ik zie met de enige regelmaat brandoorzaken langskomen. Dat gaat over panelen, dat gaat over uh, omvormers, dat gaat over verdeelinstallaties. Uh, maar ik kan daar geen aantallen van oplebelen. Oké, okay. dan uh, misschien nog een keer dat we ergens een keer aan, aan dataverzameling gaan doen. Ik zag nog een, een vraag van, uh, van een collega van me binnen het lectoraat, van Johan van der Graaf. En Johan vraagt... Als je de vlamboog in relatie tot brandbare gassen, en ik denk dat die ook gesteld wordt vanuit uh, misschien wel een multi-fuel-tankstation-achtige setting, waar uh, snelladen, uh, LPG, misschien in de toekomst waterstof. Hoe kijk jij tegen die, die combinatie van elektriciteit en brandbare gassen op een, wat zou ik zeggen, een, een relatief klein oppervlakte combineert? Ja, dat, dan is sowieso natuurlijk veiligheid en dan kom je ook in de Apex-categorie uh, uit, hè, zoals we dat noemen volgens mij. Uh, ja, dan, dan is uh, iedere vorm van ontstekingsbron wil je eigenlijk voorkomen. Vlambogen uh, is daar één van. En uh, ja, dan is het zeker belangrijk om, dan is veiligheid ja, priceless, zoals ze zeggen. Dan, dan moet je alles doen om ja, veiligheid te garanderen. Um, dus ja, wat ik daarin kan zeggen, ja, kies Soderich. maar ja, dat is natuurlijk... Ja. Uh, ik zeg, wij van wc en... Wij van wc hey. ja precies, nee, maar het is, is een beetje... een. een ja. Een koppen, maar ja, laatste vraagje: uh, Jullie hebben een aantal van die, van die veiligheidssystemen ingebouwd, zeg maar. Ja. Uh, stel nou Hendrik die komt bij een brand op een zonneweide, kan hij of zijn, zijn mensen kunnen die op de een of andere manier waarnemen dat dit soort veiligheden zijn ingegaan? Oftewel, is daar die afschakeling heeft die plaatsgevonden? Ja. Is er nog maar één volt op het paneel? Uh, ja, de, het is, er is niet direct een standaard oplossing voor vanuit SolarEdge. En dus als je bekend bent met de producten die er zijn... Ik zag net in die foto's van het park dat het geen SolarEdge-omvormers zijn. Dus ik zie dat als, als uh, expert. Ja, als je ja, er niet mee bekend bent, dan zie je dat niet van tevoren. En je, ja, je kunt niet het risico lopen dat het geen SolarEdge is. En dus je mag er inderdaad niet vanuit gaan, hey, het is SolarEdge of het is een veilig systeem... en ik kan op een andere manier te werk gaan bij, eh, laten zeggen, meer de traditionele technologie. Maar dat is misschien wel een goede, een goede, vraag of een idee om daarover na te denken als sector van. Hoe kun je wel vanaf buiten of bij ingang van het terrein onderscheid maken tussen diverse systemen? Kijk al. Hartelijk dank, Bruno, ja, voor, jou, voor jou, voor jou, voor inleiding over de mogelijkheden om zeg maar toch relatief aan de voorkant en dicht bij het paneel veiligheids uh, barrières in te bouwen of onveiligheidsbarrières in te bouwen om zo uiteindelijk uh, het systeem zelf, maar ook, uh, ook de incidentbestrijding, uh, nou ja, een, een, een goede dienst te bewijzen. Ja. Uh, we hebben die systemen gehad. Uh, we weten wat er zo'n beetje vrij kan komen bij, uh, bij branden ermee. Uh, we hebben ook gehoord hoe je daar als, als incidentbestrijders mee, mee, mee om kunt gaan. Uh, er zijn nog wat vragen over handelingsperspectieven voor incidentbestrijding. Daar komen we denk ik in de paneldiscussie nog wel eens even op. Maar voordat we zover zijn, wou ik uh, het woord geven aan, uh, aan Richard Dekker. Om ook vanuit een verzekeringsoptiek het licht te laten schijnen op, op deze grote trend die we in Nederland aan het doormaken zijn rondom die zonneweides. En ik zou Richard willen vragen ons uh, zijn beeld of het beeld van de verzekeringswereld op die ontwikkeling rondom zonneweides uh, met ons te delen. Richard, aan jou het woord. Dankjewel. Goedemorgen. Uh, ik wil het hebben over daken. En uh, dat doe ik met een reden. Uh, ik denk dat de druk op daken als potentiële plek voor zonnepanelen uh, groter aan het worden is. Ik merk hier en daar wat, uh, wat weerstand die gaat ontstaan over het, uh, over het uitbreiden van het aantal zonneparken. Daarnaast uh, lees ik ook dat gemeentes graag bepaalde industriegebruikterreinen uh, willen gaan gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen. En. Uh, Daarnaast uh, ja, kwam ik deze twee maanden geleden tegen. Dat zijn koppen die je regelmatig in de media opeens kon lezen. Het ging volgens mij nog om een consultatieronde van de minister. Maar die wil gemeenten de mogelijkheid gaan geven om in bepaalde omstandigheden uh, bedrijven te verplichten zonnepanelen op hun dak te gaan leggen. Nou, mijn vraag was dus, is elk uh, dak daarvoor geschikt? Nou, de vraag stellen is eigenlijk ook een beetje de vraag beantwoorden. Ik stel die vraag natuurlijk niet voor niks, dus mijn antwoord kan je erbij voorstellen. Uh, dus ik wil jullie proberen in een uh, tien minuten een klein beetje mee te nemen... in de kronkels die wij als verzekeraar daarbij hebben. Uh, nou, uh, ben ik al een beetje geholpen door Martina, Hendrik en Bruno. Dus ik denk dat we best een eind kunnen gaan komen. Ik wil vooropstellen, wij als verzekeraar zijn natuurlijk helemaal niet tegen de energietransitie. Integendeel, uh, we zien de noodzaak ook wel, want... Uh, als je nou kijkt naar klimaatverandering, denk ik dat dat voor verzekeraars een van de grote issues voor de toekomst is. Dus ja, wij doen graag mee aan de energietransitie, maar we denken wel dat je dat slim en veilig moet gaan doen. Uh, een aantal dingen waar we mee gewerkt hebben de afgelopen periode, dat zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de skioscoop 12. Dat is een, een keuringsmethodiek waarbij je een onafhankelijke keuring van je installatie uh, in kunt zetten. En die geeft dan een oordeel over de veiligheid van de installatie. We zijn regelmatig in overleg met brancheorganisaties. Uh, we denken mee bij normen en regelingen die in de markt tegenkomt. Dat kan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de NEN-norm zijn. Dat doen we met een, uh, een herkenisregeling van Instal bijvoorbeeld in de markt, zo zijn er nog wel wat voordelen. Uh, ik wil daar wel een uitdrukkelijke maar bij zetten. Elke verzekeraar heeft zijn eigen idee en zijn eigen beleid. Ik weet dat er roep uit de markt is, en die snap ik ook wel. van... Verzekeraars steek de koppen naar bij elkaar en komen dan met één eenduidig verhaal, dan weten we wat jullie willen. Is wel een probleem, dat mag niet. Mededinging technisch. Dus elke verzekeraar zal altijd zijn eigen ideeën, zijn eigen beleid houden. Dus wat de ene verzekeraar accepteert, zal de andere niet automatisch accepteren. Dat komt zo nog even terug. Dit. Het begint uiteraard met een veilige installatie. Uh, we hebben meegewerkt aan de Skewerscope 12. Dat is een uh, keuring onder certificaat. Uh, dat een gecertificeerd bedrijf gaat dan de installatie beoordelen op, op veiligheid. En waarom vinden we dat nou belangrijk? Ik denk omdat het voor verzekeraars het middel, maar niet alleen voor verzekeraars, het middel is om de veiligheid van de installatie te borgen. Je laat een onafhankelijke partij kijken. En veel meer mogelijkheden dan dat heb je eigenlijk als verzekeraar niet. Maar ik denk ook voor de klant, want die weet wat hij koopt. En ook voor de installateur, want die kan er zijn vaarkosten mee beheersen. Reken je niet te rijk met de Scope 12, dat is een hele goede keuring, maar het is wel een basiskeuring. En als de belangen groter worden, en met belangen roep ik erbij, denk in euro's, kan het best zijn dat je iets meer hebt dan alleen een basiskeuring. Maar voor de meeste installaties zal dit wel voldoende zijn. Ik sla er een over. Want, heb je de veilige installatie, maar zijn we er dan? Het antwoord is, ik denk het niet. Martina heeft het hier net over gehad. Uh, dit gaat over opruiming. Uh, deze is van begin vorig jaar in Heidhuizen. Een aantal van jullie zullen deze misschien herkennen. Uh, daar ontstond brand, niet specifiek door de zonnepanelen, maar het gevolg zowel dat de omgeving bezaaid raakte met deeltjes van zonnepanelen. En na Heidhuizen volgde Bentelo, een paar maanden later Rutte, daar heeft Martien het al over gehad. En daarna kwam Moerbeek, het veld, kop van Noord-Holland, waar tot enkele kilometers ver die deeltjes lagen. En het andere issue is, de meeste daken in Nederland zijn brandbaar. En uh, het probleem met een brand bij dak is dat als een, dak, een brand bij dak in brand raakt, dat je eigenlijk nou, bijna garantie hebt op het totaal afbranden van je complex. Daar zijn een paar dingen tegen te doen, maar helaas, brand op dak is ellendig en ja, totaal verlies is dan best heel goed denkbaar. Dan wil je dus dat zo'n installatie absoluut veel safe is, maar dat gaat je nooit lukken. Je kunt een end komen, maar het gaat je nooit lukken. We hebben bijvoorbeeld ook gezien dat door extreme wind een op zich veilige installatie wat was gaan verschuiven, waardoor toch weer brand was ontstaan. En zo zijn er nog wel een paar externe invloeden die dat uh, kunnen veroorzaken. Daarnaast hebben we de situatie dat een, een, een installatie van op zich brandbare zonnepanelen... die je op dak plaatst, het brandgedrag van je dak kunnen beïnvloeden. Dus iets wat normaal een klein brandje had kunnen zijn... en de brandweer wel iets mee had gekund... kan hier door die zonnepanelen zich anders gaan gedragen. De vraag die wij hebben dan is... hoe ga je die gevolgen van dat soort situaties beperken... En wanneer heeft de brandweer nog mogelijkheden? Nou, Ik ga die vraag niet beantwoorden, dat kan Hendrik veel beter. Ik hoop dat je daar straks nog even toe komt om specifiek op die daken in te gaan. Ja. Misschien lukt het. Uh, maar het ligt dus wat simpeler dan, uh, uh, of minder simpel dan alleen maar de vraag van, is mijn installatie veilig? In Nederland hebben we, en ik noem dat een cultuur, dat we denken als we aan het bouwbesluit voldoen, hebben we het veilig. De vraag is alleen, is dat dan zo en wat is veilig? Mijn persoonlijke perceptie, zeg ik erbij, is het bouwbesluit geeft je redelijke kans dat je een brand overleeft, maar daar stopt het dan ook wel. Het wil niet zeggen dat je gebouw behouden blijft of dat je echt een heel veilig gebouw ge gebouwd hebt. Daar is die regelgeving niet op toegesneden. En er zit nog iets aan, het gaat eigenlijk helemaal niet over veiligheid door zonnepanelen. Er staan een paar dingen in het bouwbesluit, bijvoorbeeld als ik een installatie op een dak boven de 13 meter aanleg, moet die volgens mij voldoen aan brandklasse B... Installaties testen we niet op deze manier, dus hoe we dat moeten meten, weet ik niet. Maar er liggen wel installaties op die hoogte. Uh, we moeten brandcompartimenten maken. Uh, als ik een zonnepaneleninstallatie aanleg, moet ik zorgen dat die compartimentering wel in stand blijft. En als het bouwbesluit dan zegt die hoeft maar 30 of 60 minuten te zijn, kan je je afvragen wat je daarin hebt, maar je mag hem in ieder geval niet verslechteren. En wat ik wel een boeiende vind, is hoe dat straks gaat met de gevels. Want daar hebben we er nog niet zoveel van in Nederland. En volgens mij hebben we eigenlijk geen regelgeving die toegespitst is op een op zich brandbaar materiaal dat zichzelf ook in brand kan steken, maar dan niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, in de spouw. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt, hoe zich dat gaat ontwikkelen qua brand. En mijn uh, afdronk daarvan is, als je op geen op het risico afgestemde regelgeving hebt, hebben we dus een vraag, hoe gaan we het met z'n allen veilig maken? En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, van, joh beste verzekeraar, je kunt je eigen eisen stellen, en dat doen we ook, hè? Als je voldoet aan de regelgeving, kan een verzekeraar eisen stellen. Maar ik heb eerder al aangegeven dat elke verzekeraar daar vrij is om zijn eigen visie erop los te laten. En niet elke verzekeraar zal dezelfde eisen stellen. Uh, dus als je als klant een afspraak maakt met een verzekeraar van. Nou, zo doen we het net. En je wil een keer schakelen naar een andere verzekeraar. moet je misschien de discussie opnieuw gaan voeren. En die cultuur waar ik het net over had: 9 van de 10 keer. Is het project al klaar en krijgen we als verzekeraar het over de schutting van... het voldoet aan de regelgeving, beste verzekeraar, verzeker het maar. Ja, soms wel en soms niet. Ik heb een paar voorbeelden meegenomen uh, om te illustreren wat ik, uh, wat ik bedoel. Je ziet hier aan de uh, linkerzijde zie je een moeilijk brandbaar dak. Nou, je ziet, daar is brand geweest door de zonnepanelen. En er zijn maar een paar paneeltjes zijn, zijn verbrand. Op zich is dit niet zo heel ernstig. Ik zit wel een maar bij, want kijk naar nou die lichtkoepel. Ik heb die foto er niet voor niks in gedaan. Die lichtkoepel is gaan meebranden. En als een lichtkoepel meebrandt, dit ging net goed, komt die brandend naar binnen. En als dat op een kale betonvloer is, is daar niet zoveel aan de hand. Maar dat is maar heel af en toe zo. En dan kan je op die manier toch nog een brand heel groot binnenkrijgen. Andere dak, dat was een brandbaar dak. En je ziet het hier aan de buitenkant misschien niet en af, maar dit was dus een totaal los. Dit was een schade van een aantal miljoenen, omdat de brand via het dak. Brandend naar binnen was gekomen, druppelend naar binnen en die had binnen de boel in brand gestoken. En het gebouw kon gewoon tegen de vlakte. Brandmuren. Ik heb hem net al even aangeraakt. Het doel van een brandmuur is dat als een brand aan de ene kant van die muur ontstaat, dat die ook aan die kant van die muur blijft. Als je daar met je zonnepaneleninstallatie iets aan verandert, krijg je dus een situatie waarbij je bijvoorbeeld in dit geval met kabels die brandbaar zijn... Die kabels in brand raken, over de muur heen klimmen en dan vervolgens aan de andere kant het dak weer in brand gaan steken. En als dat lang genoeg duurt, zou je nog kunnen zeggen. Nou, de 30 minuten eis van het bouwbesluit heb ik gehaald, maar ik heb vervolgens wel mijn hele pand in brand staan. Wij vinden dit als verzekeraars behoorlijk belangrijk. Want dit kan het verschil maken tussen een schade van een paar miljoen of enkele tientallen miljoen. Is de schade 5 miljoen, is die 20 miljoen. Dat gaat over dit soort dingen. Er zijn wel oplossingen voor, dat heb ik aan de andere kant uh, probeer ik dat te laten zien. Uh, dit is een prachtige omkokende leiding. Er zit een, uh, een materiaal in dat de flap dooft. En op deze manier hou ik dus de brand via mijn kabels uh, aan de goede kant van de brandmuur. Maar dit kan ook. Dit is een legplan. Dat zeg ik er wel bij. Uiteindelijk dit kregen we dit uh, legplan kregen we voorgeschoteld. En ik heb zelf een rode brandmuur ingetekend. Die gaan het niet meer doen in deze situatie, als je dit zo maakt. Tenminste. Bijna niet meer. Er zijn wel oplossingen voor denkbaar. Je kunt keuzes maken in brandbaarheid van panelen, brandbaarheid van kabels, je kunt looppaden creëren, je kunt je, zonnes, je brandmuren vrij houden. Maar zoals dit ligt, ja, dan als je gedoe met je verzekeraar wil, moet je het zo doen. Vraagje die bij mij ook kwam: gaat de WKB, de wet kwaliteitsborging ons helpen? Volgens mij, voor veruit de meeste situaties, een zonnepanelenpark op een bestaand gebouw heb ik geen vergunning nodig. Heb ik geen vergunning nodig? komt er ook geen controle. Dan komt er ook geen uh, kwaliteitsborgen. Dus daar is het antwoord nee. En als het antwoord ja zou zijn, gaan we alleen controleren op de regelgeving die er ligt. En daar heb ik volgens mij net al een beetje een schets van gegeven. Vandaar mijn oproep, als je wilt dat we het met z'n allen veilige gebouwen hebben, en veiligheid gaat niet alleen over, behoud ik het gebouw? Want volgens mij zit er een duidelijke link met de veiligheid van het gebouw en de veiligheid van de mensen die erin zitten, zouden we daar best een specifieke regelgeving voor kunnen nodig hebben. En anders blijf je gedoe houden. Toch even wat tips hoe voorkomen we dat gedoe. En gedoe in deze zin van uh, hoe voorkom ik gedoe met de verzekeraar. Zorg dat je vooraf afstemming zoekt. En doe dat in een zo vroeg mogelijk stadium. Op het moment dat je uh, komt met een eigenlijk compleet legplan... waarbij je, je hele dak uh, hebt volgelegd en optimaal benut... Uh, wat je aan subsidie hebt toegekend gekregen... kan je voor teleurstellingen komen te staan. Dat kun je veel beter vooraf doen. Dan heb je de kaders en je zal zien, bijna altijd vinden we elkaar. Uh, de basis is dus ja, de veilige installatie. Alleen dat kale gegeven is niet altijd voldoende. Bedenk ook, je kunt behoorlijk spelen met brandbaarheid van panelen, hè, want dat, dat passeert even. leven. Uh, we, 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 we doen dan nog niet zoveel in de zin van de brandklasses zoals we die nu kennen in de bouwregelgeving. Maar panelen worden wel degelijk getest en er volgt dan een brandklasse ABC uit, waarvan A moeilijk brandbaar en C Erg brandbaar kan zijn. Daar kun je iets mee en dat velde geldt voor kabels. Daar kun je keuzes in maken. En ik denk dat je echt serieus ook iets moet doen met je regelgeving. We hebben dat nog niet goed geregeld. Neem het mee in de bouwregelgeving om veilige gebouwen te houden. Voor nu welkom daar even belaten. Kijk aan Richard. Dankjewel voor dit, uh, dit, dit mooie pleidooi. Het pleidooi is ook wel denk ik een pleidooi wat ik... Uh vaak terug hoor, zeg maar, in, in, in de wereld van de veiligheidsregio's... om vooraf eens een keer goed het gesprek aan te gaan... en te kijken van wat kan je doen aan veiligheidsmaatregelen... gegeven bepaalde ideeën en ontwerpen. Het feit dat jij die oproep nu doet... en volgens mij is vanuit de Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland... een aantal weken geleden ook zo'n pamflet verschenen... om in het kader van die energietransitie... meer richting de voorkant, richting het ontwerp en de initiatieven... een bijdrage te leveren. Geeft wel aan dat jullie ook niet... Uh, of zal ik zeggen, per definitie vroegtijdig betrokken worden. Hè? Uh, het gaat wel beter, maar uh, te vaak nog niet. En uh, ja, soms ook met al compleet uitgewerkte plannen. En dan kom je dus in de teleurstellingen op het moment dat wij dus daar, daar nog wat wensen qua veiligheid bij uh, hebben. voordat we het willen verzekeren. En, dat, en dan misschien een, een vraag die ik in de, in de voorbereiding tegenkwam: uh, ons, ons epische schaatsmecca, Tialf, was uiteindelijk voor in ieder geval voor denk ik een. He, voor de, de Nederlanders was eigenlijk wel in een keer de alarmbel die afging. toen we het hadden over zonnepanelen, grote hoeveelheden en op daken. Wat heeft dat bij jullie binnen de branche teweeg gebracht? Uh, nou, het was een uitgesproken voorbeeld, omdat het inderdaad heel breed uitgemeten werd. Het was natuurlijk niet het enige voorbe voorbeeld. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, de vraag of een dak geschikt is, niet alleen gaat om het dak of het gebouw, maar ook wat erin gebeurt. TIAf heb je dan bijvoorbeeld over, uh, over 14.000 mensen... die daar na een paar biertjes enthousiast feest vieren. Je kan je ook voorstellen dat ik een opslag van gevaarlijke stoffen heb... waarbij je weer een ander scenario krijgt als het daar misgaat. Uh, maar dit heeft wel wat losgemaakt. Vooral ook omdat op allerlei plekken opeens bewustzijn ontstond van... we moeten hier iets mee. Kijk, en, en toen in die discussie kwam iets over onverzekerbaar, onverzekerbaarheid van, uh, van panden. Heel con concrete vraag... He heeft het aanleggen van uh, grote hoeveelheden panelen op distributiecentra, dit soort sportcentra, heeft dat consequenties voor de verzekeringspremie? Ja, zo, zo plat is het ook. We zitten in Nederland, uh, Richard. Uh. Ja, nou, dan ga ik een uh, iets wat politiek correct antwoord roepen. Dat zal schelen, schelen per verzekeraar. Maar je kunt ervan uitgaan dat op het moment dat je, uh, dat je een gebouw in een bepaalde situatie uh, verzekerd hebt. En ik, als je TIA al doet, ik zal er een bedrag hangen. Daar gaat het om een belang van pakweg 100 miljoen. Uh, als je daar iets doet met het brandgedrag, zal iemand die dat verzekerd wil hebben, daar wel iets mee willen qua premie, verwacht ik. Ja. En de, bij, je zal merken dat bij veel bedrijfspanden, vooral de wat kleinere, eigenlijk je niet veel merkt in je verzekeringspremie. Maar ook dat kan per verzekeraar verschillen. Maar soms heb je situaties, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld een groot gebouw, dat is gesprinkeld, er ligt een brandbaar dak op, kan 10.000 vierkante meter zijn, ik heb geen brandscheidingen. En als daar wat misgaat, is dat onder mijn sprinkler, dus gaat die sprinkler dat beheersen. Dat heb je ook zo met elkaar afgestemd. Als je daar iets op dak legt, verander je er wel iets aan, want dan kan in één keer die hele sprinklerinstallatie waardeloos zijn. Ja, en dan heb je als verzekeraar de keuze, ga ik die doen? Waarschijnlijk niet. En als je het wel doet, ja, dat je daar wel premie voor wil vangen. Want je risico stijgt van misschien 1, 2 miljoen naar tientallen miljoenen. Kijk. Dus uh, ja, het kan. Uh, maar ik denk niet dat je iemand vindt die hier een eenduidig antwoord op durft te geven. Nee, maar ik, ik, ik vermoed al wel, nou, sorry, politiek correct. Maar je geeft wel een antwoord dat het wel een beetje afhankelijk is van wat zit eronder. Wat zijn de andere systemen die hierdoor beïnvloed worden. Ja. Dus uh, nou, op zich begrijpelijk. Uh, Richard, hartelijk, da hartelijk dank voor je inleiding. Uh, we hebben nog een, uh, nou ja, kijk even op de klok, een uh, 15 minuten om, uh, om invulling te geven aan, aan de paneldiscussie. Ik zou zeggen uh, reageer ook op elkaar. Maar de eerste vraag die we ook eens even aan, aan Jeroen stellen. Uh, Jeroen, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een behoorlijk poosje. Jij bent uh, in de veiligheidsregio Utrecht ook, ook adviseur van stoffen. Nee, dat dus, niet. Nee, dat niet meer. Nee, nee, daar ben ik nooit geweest. Oh, kijk. Nee, nee. Maar dan toch. Uh, <laughs> Wat zou de, je hebt de plaatjes gezien van Richard, die grote daken die afgefikt zijn. Je hebt het verhaal gehoord van, van je collega binnen Flevoland. Welke rol zou hier vanuit zeg maar, adviseurschap gevaarlijke stoffen zijn weggelegd? En hoe moeten we eigenlijk de impact op de omgeving van dit soort branden mee gaan nemen? Nou ja, kijk, uh, als we het even pakken, uh, terug het voorbeeld bij uh, de zonneweide. Uh, wij hebben ook uh, uh, vanuit risicobeheersing in Utrecht toen ook gekeken bij zonneweide... dat we vlak, dat was een van de grootste zonneweides op dat moment uh, in de Randstad... Uh, vlak langs de A1 uh, bij Eemnes. Uh, en daar hebben we ook als aspect gekeken, juist met uh, uh, de ontwikkelaar. Want daar zijn we niet bij betrokken geweest. Dat is het nadeel ook, uh, wat werd aangegeven in het kader van de regelgeving. Er is geen regelgeving... Um, dus gemeentes die zeggen: Ja, uh, die aanvraag komt, uh, zit er een aspect veiligheid in? Nou, dat heeft men niet altijd op het netvlies staan. Um, en vandaar dat die uh, vergund wordt zonder onze betrokkenheid ook als veiligheidsregio's. Uh, maar daar zitten wel uh, zeker risico's aan. Um, en dan is een van de aspecten, uh, bijvoorbeeld, uh, rookontwikkeling uh, die trekt over de A1. Um, en als wij dan in combinatie, hè, wat, uh, wat Hendrik ook aangaf, uh, niet direct kunnen optreden... Um, ...heeft dat wel consequenties uh, voor de snelweg bijvoorbeeld. Um, en dan kunnen we ook economisch uh, schade juist oplopen. Als dat hè, een grote ontwikkeling op een gegeven moment bestaat... ...dat juist daar die transformator aan die kant is opgesteld. Uh, grote rookontwikkeling en dat nou ja, in het slechtste geval de A1 uh, uh, wordt platgelegd. Nou, dat is een van de belangrijkste uh, knooppunten ook uh, binnen het land... Um, dus dat zijn wel aspecten om juist aan de voorkant ook mee te nemen en met elkaar te bespreken. Nou, in dit voorbeeld uh, dat we met deze leverancier ook gesproken hebben, dat uh, plan lag er al. Uh, het was al gerealiseerd. Maar het heeft anderhalf jaar geduurd om überhaupt met elkaar in gesprek te kunnen komen. Uh, ondanks dat we daar aan uh, het moment dat het gerealiseerd werd en wij ineens daar verrast ook werden, uh, om daar juist met elkaar aan de voorkant nog een keer even te kijken, kunnen we nog met elkaar zaken regelen om dat beheersbaar te maken. Um, dus dat vraagt ook wat van de ontwikkelaars zelf. Um, dat ze ons ook juist, he, dat is net als de verzekeraars die dat uh, aangeven, om ons als, als veiligheidsregio ook daarbij te betrekken. Nou, dat kunnen we op verschillende manieren ook regelen. Um, en daar zijn we landelijk met elkaar bezig he, binnen Brandweer Nederland. Om dat ook in het kader van de omgevingswet te realiseren, uh, in de omgevingsplannen en daar juist planregels uh, voor op te stellen. Nou, daar hebben we nu een aanzet gedaan. Uh, in, uh, voor de zomervakanties komt, als het goed is, de nieuwe handreiking daar ook vooruit. Om uh, um juist die planregels op verschillende aspecten binnen de energietransitie, dus niet alleen zonneweiden, uh, uh, maar ook waterstof en alle aspecten daarin, om juist die gemeentes ook bewust te maken. Hè, leg dat vast in je omgevingsplannen. En dat dat hè, het liefst dus, zolang er geen wetgeving is, dat je daar wel een soort vergunning uh, voor moet realiseren. In ieder geval moet melden. En aan de voorkant juist die risico's weg te nemen. Um, en te kijken van he, op basis van de specifieke locaties wat dat betekent voor de omgeving ook, maar ook voor het optreden op de locatie. Uh, wat voor maatregelen kunnen we daar treffen om de risico's beheersbaar te houden, maar ook liefst zoveel mogelijk weg te nemen? Nee, ik, en, dan ga, ga ik even naar je buurman. Ja. Richard, kijken jullie bij, bij de beoordeling van, van dit soort plannen en initiatieven? Stel, en je, stel je bent er vroegtijdig bij vertrokken. Kijken jullie ook naar, naar de impact op de omgeving van, van mogelijke incidenten? Hoe kijkt een verzekeraar naar dit soort ontwikkelingen? Ja, dat is, is, is een boeiende in de zin van uh, opruiming uh, in de omgeving, verspreiding van die stof in de omgeving, is natuurlijk wel een issue. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat wij daar uh, uh, als verzekeraar, het zal per verzekeraar ook weer verschillen. Maar uh, als ik kijk bij het bedrijf, waar ik zelf werk, zijn we daar wel naar aan het kijken van hoe zijn dingen nu bijvoorbeeld geregeld hè, op, de, op, de, op die manier. Een uh, boeiende vraag is ook: wat zit er, wat zit er in zo'n paneel en wat doet dat met de omgeving? Die, die, die zaken die ik liet zien, hè, dat waren agrarische objecten. En uh, dat was betrekkelijk makkelijk op te ruimen, want dat waren siliciumdeeltjes. Nou, je kan nog wat zeggen over de scholderingen die erop zitten, maar dat valt, valt wel mee. Uh, maar we hebben er wel oog voor. En we, we denken er wel over na in de zin van: uh, kijk, als je een dak verhuurt, hè, want daar komen we best vaak tegen, een, een eigenaar van een pand verhuurt zijn dak. Die heeft, dan, die heeft dan geen zonnepanelen. Hij verhuurt alleen zijn dak. Daar is een opstalrecht op, gever, ver, op, op gevestigd. Dus juridisch heeft hij het probleem volgens mij ook niet. Uh, wij verzekeren dan die zonnepanelen niet. En dat zetten we dan ook wel op de pols. Als het spul dan over de hele omgeving verspreidt. En die situatie hebben we dus afgelopen zomer ook gehad. Dan is dus de vraag of de eigenaar van de zonnepanelen eraan aan gedacht heeft dit wel te regelen. Nou, wat we dus hebben gezien in de, in de Flevopolder is dat die vraag was nee. Tenminste, het antwoord op die vraag nee. Uh, nou, dat maakt ons ook wakker. Ik denk van, hé, hey, hoe gaan we dit nou met elkaar voorkomen dat iemand straks met die ellende blijft zitten? Dan nee, hebben we het nog niet eens over bestuursdwang als het in een woonwijk wordt, wordt verspreid. Dus ja, we kijken ernaar, maar als we, mm, om heel eerlijk te zijn, uh, primair gaan we kijken van hoe kunnen we, zo, hoe kunnen we met elkaar zorgen dat als dit misgaat, dat het effect klein blijft. En dan zou je zien dat de omgevingsrisico ook meteen een stuk kleiner is. Kijk. En ik weet niet zeker of dit een antwoord op jouw vraag is. Nou. Yeah. <laughs> ik hoor je zeggen: we kijken ernaar. Dus het, is, het, is, het, 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 het heeft aandacht, maar het is niet altijd een simpele vraag. Nee, en ik, ook in het kader van, van de aanstaande omgevingswet. en dat ook zeg maar, de impact van incidenten op de omgeving. een, een, een groter aandeel gaat nemen. Zeg maar, ook in, in, in het beoordelen van bouwwerken en zo. Dat is natuurlijk wel een punt misschien voor de toekomst. Ook bij dit soort initiatieven om nog eens een keer. Uh, ook met die blik ernaar te kijken. En misschien een andere vraag, en dan ga ik even naar jou, Hendrik. Ik hoor het uh, Richard ook zeggen, we proberen ook die effecten zoveel mogelijk te beperken. Nou ja, mm -hmm. je, je ja. bent ook wel van de effectbeperking. Hè? Ik ja. hoor natuurlijk ja. ook de oproep vooraan in die keten meedenken. Maar we hebben diverse vragen vanuit nou, behoorlijk wat veiligheidsregio's gehad. Van, heb je een soort van handelingsperspectief voor, voor, voor ons, voor, voor de toehoorders... Hoe jij eigenlijk vindt dat zo'n brand met zonnewijdes aangepakt zou moeten worden? Heb je een soort van stappenplannetje in je hoofd? Zo zouden we dat moeten doen. Nou, ik, ik denk dat dat ook afhankelijk is van uh, het, het type zonneweide en uh, wat er precies in de brand staat. Uh, en, en dat je dan samen in het geheel van de keten moet gaan kijken. Uh, met welke effecten hebben we dan te maken? En, en hoe pellen we die uh, af? Hè, uh, van buiten naar binnen uh, werkend. En ik realiseer me al, luisterend naar de, nou ja, naar de collega's, uh, dat we ook over hele andere uh, nou, risico's komen te staan, zoals voedselveiligheid. Ik heb dus een gesprek gehad met een boer naar aanleiding van een brand. En wat je dan vooral ook merkt, is dat opbrengsten van uh, oogsten al vaak voordat de, de oogst van het land gehaald is, prijsafspraken over gemaakt zijn. Uh, ja, weet je, er komt zo'n brand uh, tussendoor fietsen. Uh, waarbij de voedselveiligheid uh, nou ja, door depositie ook in het geding komt. En ineens heb je een hele andere discussie. Um, dus je zult hem ook in, in een heel breed perspectief moeten, uh, moeten, moeten, moeten wegzetten. Uh, in het geval van Emmeloord hebben we uh, nou ja, ook echt specifiek gekeken: van, joh, wat, wat doet hier ook voor de A6? Uh, nou, wat, wat levert dat nog voor risico's op? Gelukkig hadden we nou ja, een. een, een een vrij verwaaierende uh, rookpluim, uh, zonder, zonder al te veel depositie die binnen het terrein bleef. Mm -hmm. um, maar op het moment dat je bijvoorbeeld uh, stallen hebt, uh, nou ja, met, met het voorbeeld van 10 van kilometer ver uh, dat je depositie vindt, ja, dan uh, moet je een hele andere aanpak gaan, kie gaan kiezen. En dan moet je je ook afvragen van wie is dan op welk moment verantwoordelijk voor uh, nou ja, het, het opruimen ervan of het juist wegen van die risico's. Uh, zijn wij dat als brandweer of hebben we daar ketenpartners in nodig om tot een gewogen affiets uh, te komen? Ja, ja. ja. ja en de, de, dat is misschien wel een mooi brugje ook uh, naar je bureau, <laughs> naar mijn collega, naar Martina. Dat is een vraag van, uh, van Jos Drees, volgens mij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, even uit mijn hoofd gezegd. Die vraagt ook van, ja, hoe gaan we eigenlijk om met het opruimen van uh, nou ja, weet je, dit soort depositie, zeg maar, tot, tot ver in de omgeving? En uh, hij, hij vraagt zich af... Hoe ga je daar mee om en misschien daarna nog en hoe gaat de verzekeraar daar dan weer mee om? Ja. Maar eerst even. Ja. Nou, dat is het. Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Hè. Ik heb, uh, er was in uh, februari een brand in Hazelswouden, waarbij ook. Uh, ik heb toen de AGS gesproken, uh, waarbij ook depositie plaatsvond en daar is dan toen op tot op 1500 meter. In ieder geval uh, zijn daar de resten gevonden. Uh, de brandweer heeft maar uh, Ze hebben ze we dus, dus gewoon wel in kaart gebracht van waar ligt dat spul ongeveer. Um, en hebben dat vervolgens overgedragen aan de omgevingsdienst. En wat er toen is gebeurd, ja, dat weet ik dus niet. Maar dat, maar dat zijn wel inderdaad allemaal vraagstukken van, van oké, okay, uh, hoe ruimen we dat op? Um, uh, hoe bepalen we, nou ja, wat, wat dan een goede manier is? Uh, wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie geeft de opdracht om op te ruimen? Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal nog best wel vraagstukken volgens mij. Beetje vraagstukken, à la asbestachtige, of is dit wat anders? Ja, nou dat dat is dus nog dat is een heel goed punt. Dat weten we dus eigenlijk nog niet. Hè. We, um, um, dat kan je eigenlijk pas zeggen als je gewoon weet van ja, wat zit er nou in die depositie? Uh, hebben we een asbestachtige situatie? Hè? bijvoorbeeld. Nou, als je het hebt over, zitten er siliciumoxide, vezels en stof, komt dat vrij? Of is dat niet aan de orde? Hebben we te maken met gevaarlijke stoffen? Of is het gewoon, ja, het zijn resten van zonnepanelen en je doet goede handschoenen aan en je kunt het opruimen? Dat, dat zeg ik even als leken, want dat weet, dat weet ik dus verder niet. Maar dat, dat moeten we eigenlijk gewoon nog allemaal uitzoeken. Okay, nou, naar mijn ik had jouw woord maar ik ga, ik ga nog één tussenvraagje stellen naar Jeroen, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Er wordt een vraag gesteld ook over. Voor mij was het Bas Pronk die vroeg. Euh, hebben we idee bij de invloedsgebieden van branden met, 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 met dit soort grote hoeveelheden zonnepanelen? Heb jij daar kijk op Jeroen? Of komt dat misschien in jullie bouwstenen document waar je mee aan het werk bent? kijk, invloedsgebied, dat hangt ook weer af van hoe groot is dat uh, is zonnepanelengebied en, en waar uh, is, is het geplaatst? Uh, waar we nou ook hebben kijken, hè, want we hebben een knip binnen het project. Het is niet alleen over zonnewijders dat we het hebben, maar wat we ook de trend zien, is de uh, zonnecarports. Uh, maar ook de zonnepanelen op de geluidsschermen of net het voorbeeld van Bruno in het geluidsschermen zelf. Um, dat bepaalt ook zeg maar wat is dan het invloedgebied, wat er kan er in gebeuren. Maar we kijken daarbij in uh, als werkgroep ook uh, risicobeheersing binnen het project. Um, niet alleen wat kan er binnen een installatie gebeuren, maar wat bedreigt ons ook van buiten. Uh, en dat kan okay. ook weer invloeden bijvoorbeeld zijn. Uh, Bruno gaf het ook aan in die geluidsscherm dat er een aanrijding plaatsvindt. Um, vanuit die aspecten kijken we ook. En het hangt echt puur af van de locatie ook. Wat is dan de invloed naar buiten? Okay. Um, en dat, dat ja bij. Bij een zonnepark, zo'n carport in kader van meervoudig ruimtegebruik. Al die parkeerplaatsen die nu steeds meer worden overkapt met die zonnepanelen. En We hebben ook die vragen al gekregen, en die hebben we zelf bij ons als Utrecht ook. in kader van natuurgebieden. Heb je ook met een ander invloedsgebied te maken? En collega's in de VNOG hebben die vraag ook al gesteld. Hoe gaan we daarmee op met die zonnepanelen? Uh, in relatie tot natuurgebieden. Um, en dan heb je weer ook met een specifiek invloedsgebied te maken. En hoe gaan we daar dan op he, qua risico's? Nou, dat, dat beschouwen we. Maar dat is, blijft een zoektocht ook met de type uh, installatie. Uh, ja, heb je iets van Solarads, uh, waarin wel uh, diverse maatregelen al getroffen zijn in de installatie. Of heb je een installatie die nou ja, niks treft, omdat hij, de ontwikkelaar een beperkte uh, budget misschien heeft en, uh, en veiligheid uh, niet zo op zo'n hoge uh, platform zet. Ja, dat bepaalt het, het, het effect in het gebied uh, wat uiteindelijk kan gebeuren. Dus het is niet eenduidig om daar een makkelijk uh, plek uh, te nee. geven. Het is wel iets wat we aangeven, juist hè, om, om niet alleen te kijken van binnenuit de installatie. Uh, maar juist van buiten, uh, uh, maar ook dus uh, he, van binnen, wat kan er gebeuren bij zo'n carport, dat een autobrand is. En die zorgt er eigenlijk uh, voor, net zoals met een schuurbrand. Die zorgt uiteindelijk voor de uh, verspreiding ook uh, van zonnepanelen, bijvoorbeeld in de buurt. Omdat die bij de brand, brand betrokken raken. En dan hoeft het dus niet de technische installatie zelf te zijn. Kijk, ik, 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 ik had hem beloofd, Richard. Uh... En nog even over dat, over dat opruimen van, uh, of opruimen, de nazorg, misschien moet ik het iets netjes noemen. Van uh, een beetje de, de troep, de rotzooi, de verbrandingsproducten bij, bij, bij grote branden met zonnepanelen. Is dat een onderdeel uh, waar jullie als verzekeraars ook over voor hebben en hoe ga je daar dan mee om? Daar hebben we het zeker over. En uh, de vraag is, is het verzekerd? In veel gevallen uh, hebben we dat gewoon verzekerd. En als we dat verzekerd hebben, ja, dan gaan we dat, moeten we dat gewoon opruimen. En uh, dan is dat uh, nu met de gevallen waarin het met salitiumdeeltjes is... is denk ik nog oprapen. Misschien dat dat in zich nog verandert. Gewoon uh, handpicking en... Uh... Nou ja, in het geval van bijvoorbeeld Moerbeek, in Kop van Noord-Holland... is dat gewoon letterlijk met de hand opgeraapt. Ja, dat klopt. Er zijn, uh, ik geloof, 90 mensen uh, een week druk mee geweest... Uh, maar Martine gaf ook aan dat er ook panelen zijn waar andere metalen in zitten. Hè? Cadmium bijvoorbeeld, koper, joodseleen. Nou dat. En dat zijn wel hele kleine beetjes. Maar ik, ik zit dan te denken aan de gevels van zonnepanelen die we, die we krijgen. Dat zal geen glas glas zijn wellicht. Uh, dat kan een prachtig uh, composietpaneel zijn met daar opgedampt zo'n... zon, zon, zon uh... Ah, zo'n opwekkend metaal, uh, ja, hoe ga ik dat noemen? In ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. En er komt brand en die gevel, die, 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 nou, die raakt in brand... en die deeltjes verspreiden zich in de omgeving. Eerst de gezonde verstand zal zeggen, nou, dat zijn hele kleine beetjes. Maar nou heb je kinderen die daar spelen in die wijk. Ben ik verrekte benieuwd hoe dat dan gaat. Ja. Dan spelen andere dingen. Maar dan nog, als wij dat verzekerd hebben, als verzekeraar moeten we dat opschermen. En dat gaan we dan ook gewoon doen. Alleen het wordt wel steeds minder simpel dan... <laughs> Is, is, dit, wel een, oh, is dit wel een antwoord? Ja, nee, dit is zeker een antwoord. Ja, zeker, zeker. Het is te verzekeren en dan gaan jullie daar uh, naar handen. Een uh, uh, laatste vraag. En, die, ik heb hem ook uh, in de voorbereiding voorbij zien komen. Maar ik had hem zelf ook al wel eens op mijn netvlies. Uh, een jaartje of twintig geleden werd uh, hoge snelheidslijn werd aangelegd met, met hoge voltages, hè, 25 kilovolt op de bovenleidingen. En toen kwam er op een gegeven moment de aspect van uh, lekstromen in de, in, de, in de grond terecht. En de aantasting van uh, de katholische bescherming en daarmee de buisleidingen die in de buurt liggen. En ik kijk een beetje naar jou Bruno, ik weet niet of, of ik je overvraag. Maar zijn dat ook mechanismes die herkend worden bij dit soort parkontwikkelaars, parkbeheerders. Uh, misschien wel bij jullie uh, als faalmechanisme waar je richting de omgeving ook iets mee moet. Zou je de vraag misschien kunnen herformuleren? Wordt er rekening gehouden met faalmechanismes van dit soort grote parken met voltages op andere systemen in de omgeving? Um, nou, in het algemeen is het zo dat omvormers uh, moeten voldoen aan een netcode. En netcode, uh, daar staat in verschreven wanneer die uit moet schakelen. En een van de parameters is wel de lekstroom naar aarde toe. Dat is heel specifiek dan lekstromen. Dus op het moment dat de lekstroom te groot wordt, dan schakelt die uit en dan is de lekstroom ook gestopt, maar dat is heel specifiek dat, ja, ja, ja. dat onderwerp. Uh, andere mechanismen, zover ik weet, niet. Uh, er, wordt, er is wel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld... Uh, het effect naar de flora en fauna van zonneparken, van ja, panelen dekken de bodem af... Ja. en ja, er komt geen licht meer, geen regenwater, en wat doet dat met de grond en, en het leven? Maar dat is weer een ander aspect van zonnewijdens, waar we... een heel andere discussie over kunnen hebben. Maar... Oké, okay, misschien nog een, een, een laatste... Die, die me ook nog even te binnen. En, en niet omdat ik er nou zo aan denk. maar ook omdat die ook nog even voorbij kwam. Dat is het, het hacken. Ik hoor dat die informatieuitwisseling, uh, uh, Ik hoorde de monitoring of het beheer vindt plaats in München. Dus er gaan wat uh, gegevens en, en, en beelden. gaan bij wijze van spreken tussen Emmeloord en München heen en weer. vermoed ik dan maar. En de, er zijn een aantal vragen binnengekomen. en ik, 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 ik kijk een beetje in de, in de hoek van Bruno en, uh, en Richard. Uh, wordt er ook uh, in zeg maar, het ontwerp en uh, beheer en misschien ook wel de risicoanalyse gekeken naar, naar hackbaarheid en de kwetsbaarheid van dit soort zonneweiders voor, ja, zal ik toch zeggen, uh, minder positief ingestelde mensen die juist hier proberen de samenleving mee te ontwrichten? Kijk eerst even naar jou, Bruno. Ja, dat is absoluut ook een, een heel um, uh, actueel onderwerp. Uh, als het gaat om ja, spionage en, en het hacken van, um, laten we zeggen. Infrastructuur die onderdeel is van de energievoorziening. Dus het is ook niet zomaar mogelijk, of het is natuurlijk ook, we moeten alles aan doen om, uh, uh, weet wat, koolcentrales hekbaar uh, te maken. En Je wil voorkomen dat iemand, zeg maar, een hele koolcentrale platlegt. Het geldt voor zonneparken hetzelfde en voor alle zonnensystemen. <coughs> en en ja, goed, als ik het heb over zonreis, natuurlijk is dat een uh, heel belangrijk punt bij ons op de aandacht. En uh, ja, dat is een van, de, een van de pijlers ook binnen onze organisatie waar heel veel aandacht naar uitgaat. Om juist te voorkomen dat het. Ja, dat het een topic wordt eigenlijk. Hè? Kijk, dus uh, absoluut. Ja. ja, mooi. Ja, weet je voor mij. En ik, ik, ik kijk ook een beetje naar de klok: drie over twaalf. Uh, ik ga richting de afronding. We hebben uh, anderhalf uur lang met elkaar uh, kennis mogen absorberen over. Met name de veiligheid uh, in relatie tot zonneweiders. En zonneweiders klinkt, klinkt wat natuurlijk, maar je ziet ze dus ook. Ik hoorde net al een keer PGS, 15 loodsen. Ik hoorde grote daken van distributiecentra, uh, sportcomplexen. Uh, we, we zien ze overal en we gaan ze in de toekomst steeds meer terugzien. En je ziet eigenlijk dat er ook een behoorlijk scala aan, uh, wat zal ik zeggen, mechanismes, faalmechanismes kan optreden. die die veiligheid af en toe onder druk zetten. Maar ik vind het ook wel mooi om te horen dat we op diverse fronten daar eigenlijk ook al wel behoorlijk oog voor hebben. En dat maakt denk ik waar, uh, waar hier een, een belangrijke boodschap van uitgaat. Dat is dat je misschien als, als brandweer niet alle detailinformatie hebt. Maar ik denk ook niet als verzekeraar, als ik zo nog eens even uh, de, de conclusie kan trekken. En misschien hè, als, als systeemontwikkelaar zul je af en toe ook nog wel eens even met de... Wat zou ik zeggen, met de wenkbrauwen staan te fronsen wat er allemaal aan, aan ontwikkelingen en ideeën leeft. En ik denk dat is precies wat Brandweer Nederland en het IFV met, met deze webinarreeks proberen na te streven. Dat is. proberen die energietransitie verder te faciliteren. Ook indachtig de lijn van de omgevingswet, het ja-mits. En met name op basis van deskundigheid die mits proberen in te vullen. En ik vind dat we daar met deze sprekers. Vanuit de wetenschap, vanuit de repressie, maar ook vanuit het systeem en vanuit de verzekeraars. een, een, een mooi webinar voor hebben weten te maken. Waarin ik eh, eigenlijk het behoorlijk wat vertrouwen heb dat we op deze manier ook die kennis zeg maar, eh, bij jullie eh, hebben weten te brengen. We hebben een, een groot aantal vragen gekregen. We proberen die natuurlijk weer te beantwoorden en ook weer eh, in de nasleep van, van dit webinar online te zetten. Voordat ik eh, het laatste woord eh, zal zeggen. Nog even de, de aandacht naar ons vierde webinar, dat gaat over veiligheidsaspecten in de hele automotive uh, hoek. Kan je denken aan uh, waterstoftreinen, je kan denken aan autonome voertuigen. Uh, je kan denken aan LNG en waterstoftrucks. Uh, dat is ons laatste webinar in deze serie die Brandweer Nederland en het IFV hebben ontwikkeld. Ik hoop jullie dan weer terug te zien. En ik hoop dat jullie ook Vandaag weer een stukje wijzer zijn geworden en deel ook je ervaringen met ons, want ook wij kunnen van jullie weer wijzer worden. En nogmaals, ik hoop jullie in die vierde webinar ook weer te mogen toespreken en jullie vragen in de chat en vooraf mogen ontvangen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid.